Hiep, hiep, hoera! Het is vandaag Catty Cotty en dat lijkt mij een uitgelezen mogelijkheid om op mijn eigen muzikale wijze mijn excuses aan te gaan bieden voor de slavernij. En daar gaan we. Namens mij en mijn kat. Hey, hey, hey. Sorry voor de slavernij. Hey, hey, hey. Sorry voor de slavernij. Alles wat mijn voorvader deden en het koloniale verleden. Hey, hey, hey. Sorry voor de slavernij. Alles wat mijn blanke voorvaders deden en het koloniale verleden. Hey. Niet weggaan, kat. Het is ook jouw verantwoordelijkheid. Hey, hey, hey. Sorry voor de slavernij. Hey, hey, hey. Sorry voor de slavernij. Ja, wel mensen. Oh, kut. Heb ik mijn ding aan? Ja, is het aan. Ho, oh, hallo. Is dat nog in beeld? Is dat nog in beeld? Hoeveel dagen is Hugo wakker? Nou, alles goed, Miranda? Ja, ik denk dat ik eerder wakker ben geworden. Langer heb geslapen als Hugo, op zich. Want, nou, ik denk dat Hugo... Hugo die ligt al een paar, anderhalf jaar of zo, ligt hij ongeveer te slapen, denk ik. Ja, of hij probeert in ieder geval de mensen in slaap te sussen, sowieso. Maar hey, wat weet je trouwens van het slavernij gebeuren? Want ik nou ben... Oh, laten we even van tevoren vaststellen dat wij allebei geen racisten zijn. Hè? Oh nee, van alle kleurtjes. Maar wil je echt mijn oprechte mening ook hierover? Ja, ja, natuurlijk, ja. Want dit is namelijk een... Ja, ik word er toch zo... Ik word er toch echt doodziek van. Ik zweer het, echt. Ik word er zo doodziek van. Het slavernijverleden, het verleden. Dus het verleden is inderdaad het verleden. Dus kunnen we dan gewoon lekker doorgaan en zo? En niet als inderdaad. Ik zag gisteren, die ene, een van de verslachten van, toch? En dat was met, hoe heet ze nou? Ten eerste zag je dan alleen maar donkere mensen op tv, hè? Oftewel, die gaan het presenteren natuurlijk. En het was het zo van... Je zag Aquasi. Oh, is dat zo? Nee, ik weet niet. Deze een of andere gozer met de dreadlocks. Maar die zegt zo van, er wordt hem zo'n vraag gesteld van ja, nee... Maar als die slavernij, hè, als er nou zo'n een uitspraak wordt gedaan vanwege namens de gemeente of zo, en er wordt excuus gemaakt, maakt dat dan een verschil voor jou? Ja, ja, ja. En, want je weet wel, 250 jaar geleden, hè, toen waren we allemaal... Waar toen waren we overgroot voorouders, 14, 18, die hebben toen een keertje last gehad. Ja, inderdaad. En dan gingen ze ook in die toespraken, kwam het ook naar voren. In 1645. Oh, de Verenigde Oosten. Oh, die vrouw. Ik haat die vrouw. Die vrouw is echt. Ik zweer het. Ik denk dat als zij zou kunnen kiezen, dan zou ze gewoon zelf gewoon echt zichzelf gewoon donker laten maken. En dan gewoon ook als slaaf behandeld willen worden of zo. Zij is echt bizar. En dan staat ze daar te draaskallen. Ja, wij moeten allemaal. Ons excuses aanbieden, dus dan doe ik het maar als eerste. Excuses een keer aanbieden voor die mensen fucking op dat demonstranten die gewoon kapot zijn geslagen. Daar zou ik eerst mee beginnen als ik haar was. Inderdaad, ik ben geen piraat. En sowieso, wat bleek uit die toespraak, is dat juist de Amsterdamse gemeente, dus uiteindelijk de gemeente Amsterdam bedoel ik, dat die vooral verantwoordelijk was voor de uitbuiting en het innen van al het geld dat ze verdienen met die slaven. Heel Amsterdam is gebouwd op slavengeld. En dan gaan we nu, dat slaat nog nergens op. Ja, maar weet je, luister, ik denk dat onder andere Femke Halsema heeft zeg maar onder andere wel enigszins een klein beetje, heel klein beetje schuld, samen met onze grote vriend, die Grafhaus, zeg maar, aan het laten vernielen van grasvelden in Amsterdam. Dus dat moet ook allemaal weer gerepareerd worden, dus het gaat ook allemaal geld in en weet ik het wat. Maar weet je, ik heb absoluut geen hekel aan gekleurde mensen. Echt totaal niet. Ik vind ze echt fantastisch. Alleen de meeste gekleurde mensen die ik spreek, waaronder dus echt mijn beste maat, is een Antilliaanse jongen. En ik vroeg aan hem, moet je niet naar Black Lives Matter demonstratie? En hij zei, ja, wat de fuck moet ik daar gaan doen dan? Want ik heb wel wat beter doen, ik moet gewoon werken. En dan denk ik, er is een verschil in. Dus, maar ik heb niks tegen gekleurde mensen. Stel nou dat onze voorouders die slaven waren. Ja. Stel nou dat wij 300 jaar geleden, weet ik veel, 13 generaties geleden, dat wij toen als slaaf naar Nederland zijn geïmporteerd. Ja? Ja, had dat jij is het echt uitgemaakt? Had het je echt uitgemaakt nu? Nee, maar dat is een beetje hetzelfde verhaal, vind ik dan eigenlijk, als zijnde dat heel veel, echt het merendeel van de Nederlanders, zeggen dat ze een hekel hebben aan Duitsers, en dan vraag je aan, en dat waren dan kinderen van mijn leeftijd op de middelbare school, hè? 16, 17 jaar. En dan was het van, ja, waarom heb je dan een hekel aan Duitsers? Want die oorlog. En dan dacht ik, dus alle Duitsers die van jouw leeftijd, die nu die gewoon net jouw leeftijd zijn, die niks ermee te maken hebben, die worden gehaat.
En dan denk ik, ja, dat zijn allemaal dingen uit het verleden, weet je. En dat is precies. Niet goed, dus dit vind ik een goed voorbeeld. Want heb jij een hekel aan Duitsers? Nou, totaal niet. Ik ben vroeger heel vaak in Duitsland geweest. En ik heb ook niks met voetbal, dus daardoor kan ik ze ook niet haten. Nee, dus, maar een beetje voetbal is altijd een soort tijdelijke haat. Hè? We hebben alleen een hekel aan Duitsland als we tegen ze moeten voetballen of zo. Dat is ook niet helemaal waar. Hè? Want voetbal is wat dat betreft, wordt het ook echt heel vaak, vanwege de oorlog, of daarom heb je een hekel aan Duitsers, ja, vanwege de oorlog, of het was, ja, die tering Duitsers met dat voetbal, dit, dat, en dan dacht ik, ja, dus omdat ze misschien beter zijn dan jij, of dan jouw land, dan moet je ze maar gaan haten. Ja. Ik zeg altijd, dat Nederland is een provincie van Duitsland. En goedemiddag, Jan. Trouwens, jongens, want wij zijn niet zomaar in de random, in de wilde weg aan het praten, hè. We zijn ontzettend kwaad op alles en alles wat hier gebeurt. Hij schoppen tegen de maatschappij, deze show. En we hebben het tot nu toe nog redelijk netjes gehouden. Maar ik ga even wat triggers bij Miranda lanceren, want we hebben natuurlijk een aantal filmpjes verzameld. Ik bied bij deze alvast mijn excuses aan voor mijn taalgebruik. Dat vind ik hartstikke leuk, dat vinden mensen hartstikke leuk. Er staat ook onder, hè. Er wordt veel gescholden, dus kijk vooral als je moet dat... Ja, maar jij komt waarschijnlijk weer met Goedemorgen Nederland, want ik ken jou. En dan kan ik weer die vrouwen aan gaan horen met Goedemorgen Nederland, ja, we gaan je toch weer even verneuken. Want waar word je nou wakker mee in Nederland? Met Goedemorgen Nederland. En wat ik echt opvallend vind, en dat is waanzinnig, is dat hoe ze het dit keer aanpakken ook met die fucking Delta-variant. Want vorig jaar, Nederland is helemaal versoepeld. Niemand houdt zich meer aan die regels. Iedereen scheidt eraan, fuck die mondkapjes. Ja? Maar op de tv moeten we nog wel altijd bang zijn. En er moet wel een soort angst inhouden dat we zo wel weer gerechtvaardigd moeten zijn om allemaal die rare mondkapjes op te zetten vanmiddag. Ja, maar ik vind wel... Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat merk ik wel bij reacties die ik dan ook wel vaker lees. Ik merk ook wel dat steeds meer mensen... kijk, ik heb wat dat betreft ben ik ook wel... Ik ben heel erg kwaad. Ik ben heel boos op alles in heel de wereld. Maar ik ben ook wel bang voor wat ons, te wachten staat. Want ik word er echt helemaal lijp van als ik word er helemaal lijp van als ik eraan denk. Dat we straks gewoon weer in een lockdown gaan. Maar alles wat ik op die tv voorbij zie komen... Dan denk ik, ja, het zit er gewoon echt weer aan te komen. En ik had toch echt wel gehoopt, natuurlijk, stiekem. Ik ben niet naïef, maar ik had gehoopt van het gaat niet meer gebeuren. Maar ik merk wel steeds meer mensen dat ze aangeven, ook onder alle allemaal verzetstrijders, om maar even zo te zeggen. Heel veel zijn er nu aan het vertellen van, ja, jongens, wat heeft het nog voor zin? Waar zijn we? Het heeft toch geen zin meer. Dus eigenlijk begint iedereen het een beetje op te geven. En dat is dus wel precies wat ze willen. Ja, nee. Want je was goed bezig. Maar ik heb juist het gevoel dat we gaan winnen. Sterker nog. Het is nu zo overduidelijk, zeker in Nederland, want iedereen houdt zich er niet meer aan. Niemand is meer bezig met corona. En dan moet je horen wat zij dus nu ook zegt. Zij introduceert het perfect. Ik had het niet beter gekund, mensen. Let op, kijk hier. Waar staat ze? Ik weet niet eens hoe ze heet. Ik ken alleen Maartje natuurlijk. Of Maaike. Raquel, want de Delta-variant die rukt steeds verder op. Ja, en daar maakten zich vooral in het buitenland grote zorgen om. Zo zijn in Israël mondkapjes weer verplicht, versoepeld, geloof ik, 4 weken later dan gepland. En moet in delen van Portugal de horeca toch eerder sluiten, dat terwijl in Nederland juist steeds meer mogen. Het is verschrikkelijk! Een schande! De horeca mag misschien weer open, maar in Israël gaan de mondkapjes weer op. Dus deze gozer staat bij mij in de shop. Voor de deur van de shop. Ik zweer het. Maar even serieus, die Sigrid Kaag, die heks van de show, die komt dan dus na de zomerreces, hè, want ze hebben nog vakantie ook, want het is zo gevaarlijk. Ze zijn lekker met vakantie, dus ze praten nergens meer over. Eerst al de jongeren even lekker laten vaccineren. En zelf zijn ze met vakantie. En die Kaag die komt dus gewoon waarschijnlijk over een paar weken met, ja, het is echt noodzakelijk dat we weer een mondkap gaan dragen, want dat zie ik in mijn eigen land. Ja. Want daar woont ze. Ze woont in Israël, zei. Zij is het toonbeeld. Zij is gewoon een soort van halve president van Israël, maar dan in Nederland. Wat doet ze hier? Laten we weggaan. En sowieso, wat je ook zegt, en dan zie je Kaag dan weer vervolgens in de Tweede Kamer zitten. Dan moet ze natuurlijk 5 meter lopen naar de microfoon. Dus die mondkap, gaat op. Want die 5 meter zijn mega besmettelijk. Mondkap. Ja. Je bedoelt gewoon het hele gezichtsscherm. Ja, gewoon. Want hij heeft een mondkap, die doet helemaal dit, bedekken. Het is bijna een boerka. Ja, nou echt. En ze zijn er blij mee. Ik zag laatst een video trouwens. Dat zag je dus van internationale persmomenten of zo. En dat was dan voordat ze dus live gingen. En dan zag je letterlijk allemaal met een clubje bij elkaar gezet worden. Oh ja, jongens, allemaal mondkapje op. Oké, mondkapje allemaal op. Ze stonden al minder dan 1,5 meter bij elkaar, toch? Allemaal mond. Het is puur voor de bühne. Het is puur voor de bühne, jongen. Het is één grote waanzin.
De Delta-variant rukt dus op, let op. Ook hier lopen de besmettingen met de Delta-variant op. Waardoor het ook hier ook nog belangrijk is om je aan die anderhalve meter te houden. Ja, ik word er zo fucking moe van, hè. Om de anderhalve meter. Ik weet, je zei voor mij nooit meer een relatie in de rest van mijn leven. Want iedereen zal wel denken, ik moet anderhalve meter bij haar uit de buurt blijven of zo. Nou, ik zou, als het om haar gaat, zou ik liever 10 meter uit de buurt blijven. Maar inderdaad. Als zij de enigste was op de planeet, dan was ze inderdaad de rest van haar leven vrijgezel gebleven. Om toch maar een beetje positiever te eindigen. Uit een positief! Ja, wat zegt ze nou? Om toch nog wel een beetje positief te eindigen. Kijk hier. En net, moet je kijken ook wat eronder staat. Sterftecijfer voor het eerst in pandemie opvallend laag. En de Delta variant rukt op. Je verwacht het niet! Nee. Zegt Marion Koopmans. Marion Koopmans! Dat is de betrouwbaarste ook. Ja, jezus man. Als je dus wel weet hoe een echte heks eruit ziet. Deze, zij woont voor mij ook in het bos, in een of andere uitgeholde. Hij is de personificatie van de heks, ik zweer. Ja man, echt. Ik vind het zo'n enge vrouw, is dat? Ik denk, zij heeft zeker een huisje voor snoep. Laboratoriumonderzoek blijkt dat het Janssen-vaccin in ieder geval waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, goed beschermt tegen die Delta-variant. Wat ze zeggen een paar dingen hier in het sfeertje. Vaccineren, Jurgen, ja. Als we in het najaar toch nieuwe maatregelen moeten nemen om dat niet te doen. Wat? Ja, hoor je dat? Want je, let op, hoor wat zij zegt. Hoor wat ze zegt. Ik word hier echt boos van. Ik begin weer te koken, ik zweer het. Ja, toen ik dit vanmorgen hoorde, niet. Is dit goedemorgen? Goed beschermd. Moet je horen, stop. Moet je horen hoe hun het gaan brengen, wat hier gaat gebeuren. Hè? Nou zijn er, ik hoorde gisteren Hugo de Jonge zeggen dat er 15 miljoen mensen in Nederland al zijn gevaccineerd bijna. Meen je dat echt, ja? Ja, maar er zijn er nog maar 2 miljoen mensen die het nog niet hebben gedaan, ja? Dus iedereen is gevaccineerd. Moet je horen wat ze zegt. We moeten vaccineren, Jurgen. Oh! In het najaar toch nieuwe maatregelen moeten nemen omdat niet genoeg mensen zijn gevaccineerd. Heb je daar dan begrip voor? Oh, het is, hoe durf je het uit je fucking bek te krijgen? Hebben we daar begrip voor? Of we begrip hebben voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Oh, ik dacht, hebben we begrip voor nieuwe maatregelen? Ik dacht even... Ja, let op, want ik heb het toevallig al gezien, maar let op. Ik kan me voorstellen, er is zoveel informatie wat op mensen afkomt over het vaccin en wat wel of niet goed is. En je hebt heel wat Facebook-virologen, je hebt heel wat mensen die de hele tijd internet zitten afstruinen, naar informatie zoeken. En dan werkt het nou eenmaal zo met social media dat je heel makkelijk in een rabbit hole terechtkomt, waarbij je dan de informatie krijgt die je wil lezen. Ik vind het een rare. En wat zegt hij? Nog steeds uit het Ik geloof toch dat het grootste gedeelte van Nederland wel wil vaccineren. Daar. Het gaat alleen over het vaccinatie. Ik zweer het je. Ja, maar wat er ook bij hem eronder staat. Er staat ook zo: Jurgen Rijman, ondernemer. Ik dacht dat hij cabaretier was. Maar hij is misschien ondernemer alleen maar voor deze show dan, zeg maar. Ja, zodat hij eventjes weer een stukje serieuzer genomen. Hij zal wel geraakt zijn inderdaad door corona. Of staat hij inderdaad te springen dat iedereen. Nou, kom lekker naar mijn show met je testraad. Vestig ik mijn hoop op. En ik hoop dat men dat ook doet. Is ik nu zie wat die Delta-variant in Suriname... Dus hij heeft het hele verhaal gehouden om dus uiteindelijk een draai te maken. Ik hoop dat iedereen zich ook gaat laten vaccineren. En vaccineren heeft geen zin. Biedt niet eens volledig... Ik heb daarna zo drank nog een filmpje over. Dan biedt hij hem niet eens een volledige bescherming, zoals we weten. Doet. Ik ben heel... Ze weten niet. Ze weten gewoon dat zei die Hugo. Zei dat in de kamer nog. En die Van Dissel, die heeft dat ook nog gezegd. Ze weten niet wat de transmissie doet. Dus ze weten gewoon, ze vaccineren iedereen. Ze rotten er iets in. Maar inderdaad. Als ze dat doen, ze rotten dat bij kinderen nu ook dus erin. Dat vind ik echt helemaal, nou echt om te kotsen. Gewoon, ik heb geen kinderen, maar ik vind het echt om te kotsen. Dat er dan rammen ze iets in. Wat gewoon, waarvan niemand weet wat het uiteindelijk gaat doen. Maar dat moet dan allemaal maar voor de, voor andere mensen. Nou, dan denk ik, oké, wat de fuck is dit? En dan vervolgens... Dan krijg je te horen, we weten niet hoe het eigenlijk allemaal valt. Misschien zijn er wel mensen die er gewoon helemaal niet op reageren of niet goed genoeg op reageren. En we weten ook eigenlijk niks over de transmissie. Dan moeten we maar, als aanname, we moeten maar afwachten. We weten dat niet, we moeten maar van leren. Hugo heeft alweer een tweet geplaatst, zag ik er ergens voorbij komen. Ja. Dat hij het vaccinatieprogramma voor 2022 en 2023 alweer klaar aan het maken is. Ik weet niet, maar we waren er toch vanaf. Nee jongen, het gaat gewoon door. En weet je, het is, ze doen ook, en dat is het schandalige.
wij zien het allemaal. Ieder afzonderlijk van elkaar, die is het er niet mee eens. En die schreeuwt tegen de tv en alles. Maar wat hun doen, ze negeren ons natuurlijk massaal. En ze doen net alsof alsof iedereen dit wil en dat dit het riedeltje is. En ze willen, dit is de samenleving waar we ingedrukt worden. Jens had het gisteravond ook treffend over. Dus het is maar echt een klein groepje mensen die dit doet. Hè. Ja, maar het is wel mogelijk als je, weet je... ik vind het van volwassenen al niet heel erg bijster intelligent als je dit gewoon maar in laat spuiten. Want mensen die doen echt dit. Gewoon die oogkleppen die gaan op. En ze denken alleen maar, ja, dan ken ik op vakantie. Ja, weet je, luister, ja, ik heb 2 keer die test gehad. Geloof mij, het is absoluut geen pretje. Maar als ik ooit in mijn leven, zeg maar, nog ermee te maken zou moeten gaan krijgen van, oké, het is of vaccineren, of je moet je laten testen. Je was in het ziekenhuis, toch? Of zo? Je moest naar het ziekenhuis, geloof ik, toch? Ja. Ik was met de ambulance meegenomen, want ik had, mijn rode bloedcellen, die waren, zeg maar, waarde van 2,2 en het had 7,3 moeten zijn. Dus ik lag echt op het puntje van sterven. Niet door corona overigens, maar ik kreeg dus die test en echt geloof mij, ze wilde die test gaan doen en ik keek die vrouw aan. Ik zeg, nee, dat gaat bij mij niet gebeuren. Ja, maar het moet, het is verplicht. Ja, maar ik wil niet, ja, maar het moet. En toen met heel veel moeite heb ik, ja, weet je, het moest. Nou, toen heb ik die test moeten laten doen. Toen werd ik in een kamertje neergelegd, in een isolatiekamer, in mijn eentje. Ze moesten ook allemaal, als ze bij mij binnenkwamen om een beetje water of whatever te brengen of zo, moesten ze allemaal een of andere fucking marsmannen pak eerst, voordat ze binnen mochten. Ja, ik lag helemaal afgezonden, ik lag geïsoleerd, want misschien had ik wel corona, ze hadden de uitslag nog niet. Ja. En toen hadden ze de uitslag negatief. En toen kwam ze gewoon binnen en heeft ze mij wakker gemaakt, die verpleegkundige dan andere, die heeft mij wakker gemaakt. Ja, we moeten toch gaan nog een keer een test doen. Oh. Ja, zo, ik ben gaan huilen, alles. Ik zeg, nee, ja, maar het moest. Nou, en die vrouw die heeft een stok in mijn fucking hoofd gedouwd. En het was echt, tjoek. Nou, ik heb dat hele bed, gewoon alles zat onder het bloed. En ik heb nog 2 dagen gewoon daarna allemaal bloedprop in mijn neus gehad en alles. En toen was ik weer negatief. Ja. Heel vervelend voor ze natuurlijk, want anders konden ze weer geen geld vangen. Zo is gewoon. Maar ja, weet je, die test, ik wil dat echt nooit meer doen. En dat was helemaal niet om uit te gaan. Maar als ik in een situatie terecht zou komen dat het noodzakelijk zou zijn, of gevaccineerd of een test, dan zou ik toch echt wel kiezen, nou doe dan maar een test, want ik ga geen gif in mij laten spuiten. Ik ga het gewoon niet doen. Ja, echt. Nou ja, maar dan is het alsnog, waarvoor zou je dan een test moeten doen? Dat is dus als je ergens naar binnen moet waar een test verplicht is en dan ga ik niet naar binnen. Nee, maar laat ik het zo zeggen, kijk, ik heb daar nu geen last van natuurlijk, maar ik bedoel meer van, ik snap wel dat er mensen kunnen zijn, ja, tuurlijk, voor die gewoon voor hun werk bijvoorbeeld niet anders kunnen. En laten we eerlijk zijn, werk in Nederland, als je geen geld hebt, dan kan je helemaal geen energie. Geld is noodzakelijk, hoe vervelend het ook is en hoe erg ik er ook tegen inderdaad, ben. Inderdaad, helaas. Dus je wordt echt gedwongen dan, en als het om een baan gaat, heb ik het even niet over de bepaalde wespen. Maar ik heb het gewoon even puur over mensen die echt gewoon voor hun werk naar België moeten reizen of zo. Omdat ze daar al weet ik hoe lang werken. Ja, als die dan moeten testen, dan zeg ik van ja, oké, dan snap ik het wel. Maar als ik moet kiezen, dan is het geen vaccin. Want het is ook geen vaccin natuurlijk. Nee, maar, precies. Stond het ook in beeld hè, van die ene vrouw die inderdaad... Die had helemaal al slapend gezicht van een halve lamme arm of zo, weet ik van wat, van een vaccinatie. Je laat dat zien in beeld. Ja. Maar ik, Rietje, om even te zeggen. Ik heb dat gedeelte, ik heb niet meegekregen wat Hugo heeft aangegeven. Dat was ik aan het vertellen, Miran. Sorry, ik hou wel mijn kop. Ja, maar inderdaad, Hugo die gaat dus bij die vrouw langs. Om dus, sorry te zeggen, voor hetgeen dat ik je zo heb verlamd en mismaakt. En je krijgt trouwens geen geld, want je kan me niet aanklagen, zegt hij erbij. Nee, en dan gaat het vrolijk door met prikken. Heb jij je tweede prik al gehad trouwens? Bam. Nee, maar hij is niet bij die vrouw langs gegaan met zijn schijnheilige hoofd, nee. Ja, maar heeft hij gedaan of heeft hij... Ja, blijkbaar wel, dat zou hij doen. En het is allemaal rommel, inderdaad, Thea. Je hebt gelijk, allemaal rommel is het, zeker weten. Maar goed... Zo komen we een beetje moeilijk erheen, maar we hebben nog wat een en ander te laten zien, mensen. Ja, ik hou mijn kop maar even. Nee. Code paars. Dit is echt de hoogste, dat is de hoogste waarschuwing. Code paars! Ja, code paars. Echt ding geworden waar je steeds in je eigen ruimte zit. En ik hoop echt dat ze toch nog een beetje verstandig met elkaar omgaan en elkaar een beetje ruimte geven. Zij zegt ook nog een paar dingen, jongen. Kunnen gaan deze zomer. Extra belangrijk is dat we tieners ook gaan. Ja, dit bedoel ik. Kijk ook, ten eerste, die vrouw, daar wil ik ook wel wat van. What the fuck? Ja, maar kijk ook even serieus. Kijk hoe serieus en ernstig ze kijkt. Alsof er iets heel ergs aan de hand is, hè? De Delta variant is in Nederland. Niemand gaat dood, niemand raakt besmet. Maar ziekenhuis is leeg. Maar we moeten de tieners vaccineren. Hoor wat ze zegt.
best vast kunnen gaan deze zomer. Het is echt extra belangrijk dus dat we tieners ook gaan vaccineren. Ja, uiteindelijk is het een eigen keuze, dus we willen niemand verplichten. Dus het is precies... Ja, je bek met je veel te grote mond. Zij heeft echt een brede mond ook trouwens, Jezus. Weet je wat ik grappig vind wel? Ik zal natuurlijk weer... je weet het, hè. Ik ben natuurlijk jouw allergrootste fan op eentje na. Maar je weet natuurlijk... Ik kijk wel eens wat de fuck shows terug van het verleden. En toevallig zat ik weer eens een keertje de What the Fuck Show, de eerste persconferentie, te kijken. En wat jij daarin zei, betekent dus dat je nu gewoon wel weer gelijk gaat krijgen. Want wat jij daarin zei was echt gewoon van... Ja, want nu is het, nu zijn het de ouderen die beschermd moeten worden en beschermd moeten worden en die het niet door gaan geven. Maar over een tijdje zijn het straks natuurlijk de jongeren die in gevaar lopen, dit en dat. En ik dacht toen gelijk van, en dit was echt maanden geleden, en je hebt gewoon natuurlijk weer keihard gelijk gekregen. Want nu is het in één keer voor jongeren fucking belangrijk. Ja, maar niet jongens, help! Wat ik het ernstig vind, is dat zij zeggen, want niemand van die jongeren is ziek. Al die jongeren doen het. Die staan in de rij voor de test wat ze zo graag uit willen. En ze willen niemand verplichten. Maar als jij weer wil leven als jongere, zul je wel moeten. Of zo. Dat is de boodschap. En ze worden, dus jongeren worden vanaf 16, 17, 18, 12, weet ik veel wat, worden ze eigenlijk al gedrild keihard naar die belachelijke overheid te luisteren. Die ons die kwaad in zin heeft. Echt. Ja, en dan kunnen ze gezellig naar Dansen met Jansen. Volgende week donderdag is er weer een. Dansen met Jansen, jongen. Ja, maar Dansen met Jansen. Dat je naar de fucking priklocatie gaat en dat er dan DJ's staan te draaien. En oh mijn god, wat de fucking hel is hier aan de hand. Echt. Hey, maar serieus, dat ene filmpje van Hugo, dat die Telcel reclame. Ja. Dat hebben ze zelf gedaan, hè? Volgens mij. Wie hebben dat zelf gedaan? Dat is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid. Dat hebben ze zelf zo in beeld gebracht, gewoon. Ja, maar niet als Telcel. Telcel, dat heeft Jensen gedaan. Had Jensen dat gedaan? Ja, man. Ik ben natuurlijk Jensen. Laat ik het zo zeggen. Ze hebben niet heel veel erin geknipt en geplakt. Want hij stond wel echt op is op. Zolang de voorraad strekt. Dit en dat. Dus het was echt gewoon een vaccin. Het was echt gewoon een vaccin. Het is echt een vaccin-natie. Gewoon. En het is echt. Ik vind het. En daarom moeten we dit ook blijven bespreken. Je moet het ook elke dag van doordringen. Je moet het ook geen enkel moment meer laten misleiden of mee laten slepen. Ik heb bijvoorbeeld met mensen die ik omga, die vinden al die corona shit waanzin. En die doorzien de propaganda. Maar al het andere nieuws wat ze te horen krijgen, dat is wel de waarheid. Dan, nee, alles is gelul. Weet je? Maar het is ook allemaal gelul. Maar weet je, het ergste is. Kijk, ik heb geen kinderen. Ik heb zelf natuurlijk geen kinderen. Ja, katten, dat zijn mijn kinderen. Maar laat ik het zo zeggen, op een moment, heel stom voorbeeld misschien, maar als ik te horen zou krijgen dat ik mijn kat met een of ander iets moest gaan laten inspuiten, omdat de regering dat graag wil, voor een andere kat of zo, of een ander mens of whatever, terwijl ik niet weet wat ermee gaat gebeuren. Hé, luister, ik strijd voor mijn vaderland. En dat gaat nooit niet gebeuren. En ik snap gewoon niet dat mensen dit doen. Je kan dit toch niet je kind aandoen. Je gaat het jezelf nooit vergeven als jouw kind straks die ernstige bijwerking krijgt. Hè, van die, er was een bijwerking, een hele zeldzame bijwerking. Aan je hart, aan de hartspier of zo. Maar dat is toch verschrikkelijk? Waarom laat je kind nog niet doorlopen? Waarom mag jouw kind niet gewoon griep hebben? En toen zei Van Haga, die zegt ook, dat heet Miop nog wat is, weet ik van wat, een van de shit. Maar oké, en dan zegt hij zo tegen Hugo de Jonge van ja, maar de kans, het feit dat al die kinderen een vaccin krijgen, de kans dus dat je op zo'n bijwerking krijgt, is überhaupt groter dan de kans dat kinderen sowieso überhaupt corona, of een problematisch verloop van corona krijgen. Dus, en dan zegt Hugo de Jonge, zegt vervolgens, ja, dat is niet waar. Dat is wel waar. En vervolgens is dan de discussie leidt nergens heen. Dan komen ze er niet uit. Maar dat is toch altijd, het is gewoon, kijk, Rutte die heeft als standaard spreekwoord of zo. Ja, het is gewoon zo, als hij het antwoord op een vraag niet weet. Ja, het is gewoon zo, of ja, daar heb ik geen herinnering aan, zo. Of het is gewoon zo. Ah, dat is gewoon zo. Het is op zijn achterlijke tijd, ja. Ik wil het ook niet. Nou, wie wil het dan wel? Nou ja, zij blijkbaar, want ja, weet je wat het is? Kijk, ik was, ik weet niet hoe het bij jou zat, maar ik ben 32. En als ik vroeger naar school moest, op basisschool of middelbare school, maakt het niet uit. En ik was thuis en ik voelde me niet zo heel erg lekker. En ik had een beetje een soort van verkoudheidsklachten. Dan zei mijn moeder, je gaat het maar gewoon proberen. En als het niet gaat, dan kom je maar naar huis. Ja, en ik vond het verschrikkelijk dat mijn moeder dat zei. Maar ja, ik ging altijd naar die school toe. Maar als ik echt dood en dood en dood ziek was. Ik heb echt wel eens een keertje met een voedselvergiftiging op de bank gelegen.
Maar ja, weet je, dat kan gebeuren. Maar je mag niet meer ziek zijn, hè? Je mag niet meer ziek zijn. Nee, inderdaad. Ik werd ook echt zo gedrild altijd. Stel je, op een gegeven moment was het zo. Toen woonde ik al lang op de breedte mezelf. En als ik dan echt ziek was, toen voelde ik me helemaal bezwaard als ik moest bellen naar mijn bedrijf. Jongens, ik ben echt ziek. Weet je, of zo, weet ik veel. En dat bezwaren gevoel, dat heb ik echt van jeugd of aan. Want je moest werken inderdaad, er moet gewerkt worden. Ja, en ik wil maar even werken. Als je werk moest, tenminste dat had ik dan. Ik heb vroeger wel eens bij de Albert Heijn gewerkt. Maar jij hebt echt bedrijf, toch? en dan was ik echt niet lekker, was echt ziek. En dan belde ik om me ziek te melden. En dan kreeg ik dus, ja, hoezo, wat heb je dan? Nou, dat mogen ze eigenlijk al niet eens vragen. Maar goed, ik was toen 17 of zo, dus was best wel onder de indruk. En dan moest je dat uit gaan leggen. En dan zeiden ze gewoon, ja, weet je zeker dat je niet kan komen? Ja, je moet eigenlijk gewoon komen, weet je wel. Zo ging het toen. Ja. Nu is het gewoon... Heb je echt wel longembolie? Ja, oké. Okay, nou, ik weet nog dat, zeg maar, een ex van mij, die belde wel, dan wilde die een week vrij. Dat was echt belachelijk. Maar goed, dan wilde die een week vrij. Dan ging naar zijn werk bellen. Van, ik ben ziek, ik heb een longontsteking. En dan dacht ik altijd, oh, wat ben je toch ook een trieste mogol. Maar denk je dan dat ze echt verder gingen vragen? Maar, of iets, dan moest hij wel echt gewoon moeite doen om echt inderdaad het geloof te krijgen. Man. Tegenwoordig, als je nu ergens werkt, dan is het bellen. En dan zeg je, toevallig moest ik laatste keer naar de huisarts. Maar ik had niet zo heel veel zin, het kwam niet zo lekker uit die afspraak. Dus ik bel op en ik zeg, ik heb een beetje een snotneus. Oh nee, dan mag je niet komen. Nee, dan mag je niet komen. Nou, en mensen op werk ook. Ja, telefoon, hallo, ja, spreek met mijn werkgever, ja. Oh, blijf thuis. Handen wassen, vaccin. Ja. Ik hoor het al, maar wat thuis. Inderdaad, ja, precies. Ja, maar het is gewoon verschrikkelijk. En als je nu tegenwoordig niet naar school wil, ja, dan hoef je echt maar één keer je neus op te halen. En dan zijn alle leraren die rennen de klas uit. Ah. Hey, luister, als je een afspraak hebt ergens en er zit een soort van verplichting in dat je minimaal 24 of 48 uur van tevoren afzegt of zo. Nu belt iedereen gewoon, last van COVID-klachten, dit, dat. Nou, dan hoef je niks te betalen natuurlijk, want de kennis niet maken. Hè? Want ja, je mag niet naar het bedrijf toe komen. En krijgen die gasten niet al veel te genoeg betaald met al die scams van ze? Want dat staat ook gewoon vast, hè? Dat er gewoon geldbedragen worden uitgekeerd aan artsen. Die dus bepaalde dingen voorschrijven. Ja, en ik hoorde dus, en ja, ik werd daar dus weer woest om natuurlijk. Want dat hoorde ik dan toevallig, niet in dit stukje, maar een ander stukje van, Goedemorgen Nederland, hoorde ik dat. Hoorde ik dus gewoon volgens mij voorbij komen, of bij het RTL Nieuws, dat is net zoiets leuks, 's ochtends. Maar dan hoorde ik bij het ontbijtnieuws, hoorde ik iets van, de zorg, maar die kennen ook nog niet meer vakantie hoor. Want er zijn nog zeker 200.000 operaties in te halen. Dus het is gewoon, het is nog steeds enorm druk. Ik ben benieuwd wat ze dinsdag gaan doen over de A-status. Daar gaan ze dan over stemmen. Maar, wat het ook doet, dan gaan ze dus stemmen of die ziekte wel bij de A-status mag horen. Ja? Dat is toch al iets waar je over kan stemmen. En oké, de meeste stemmen gelden, we doen het niet. Hoe doe je het? Ebola bestaat niet meer dan, of zo. Omdat we allemaal gestemd hebben dat ebola geen A-status mag zijn. Het wordt de corona, we moeten helemaal thuis in de A-status. Nee, maar dat is een vraag die gesteld, ik heb dat toevallig wel gezien, want volgens mij heeft, ik weet niet meer wie dat was, maar iemand heeft gevraagd, volgens mij was het Van Haga weer, van waarom heeft corona nog steeds een A-status of zo? En toen kwam Hugo de Jonge weer met een of ander nietszeggend antwoord. Weer van, omdat het een ernstige ziekte is. Omdat het bestempeld is als een A-ziekte. Toen dacht ik, weet je, het antwoord dat je had moeten geven, luldebanger, is gewoon, omdat het door de WHO bestempeld is als A-ziekte. Wat nu al lang niet eens meer zo is. Maar jullie moeten gewoon nog een plan uitvoeren. Dus daarom is het nu een A-ziekte geworden of zo. Het is volgelijk, maar ik ga nu al, hetzelfde. Ik verheug me al ook, op mijn filmpjes voor jou. Echt waar, ik verheug me nu al. Maar dat is ook inderdaad ook gewoon het valgelijk inderdaad, over die scam. Want zijn er wel een aantal leden in de Tweede Kamer die een heldere, gezonde complottheorie vertegenwoordigen, zoals de FVD. En wat ook de waarheid gewoon is natuurlijk, weet je. Maar ik heb ook wel het gevoel, wat ze zelf ook al zeggen, dat het allemaal puur voor de bühne is nog. Terwijl dat het hele politieke establishment natuurlijk helemaal corrupt. En voordat het echte geluid of de echte waarheid de overhand gaat krijgen daar in de Tweede Kamer, wat uiteindelijk gaat gebeuren, als wij nog steeds een geloofwaardigheid aan die volksvertegenwoordiging willen toekennen, dan moet er iets gebeuren. Want niet alleen de FVD-leden zijn er zomaar niet mee eens, hoor. Nee, maar dat heb ik, vertrouwen in de overheid heb ik sowieso niet meer. Maar ik zag net even, toevallig zag ik van Tineke van der Veen, iets naar boven zag ik voorbij komen, dat zij aangaf dat ze er al mee bezig zijn voor dieren. Dus ik krijg nu bijna een hartverzakking, zeg maar.
Omdat ik zoiets heb van help. Dat steeds gekker, ja. Nou, zullen we even kijken. Nu is mevrouw Breedbeek kicken. Maar kijken we naar grote mond, mevrouw. Blijf je informeren. Als je vragen hebt, stel ze ook. Kijk ook naar informatie. Kijk wat een grote mond ze hebben. Niet normaal, man. Maar het is wel de weg uit deze crisis. Dat het is de enige weg. Dat moet er ook nog wel een paar tienduizend keer bij gezegd worden. En dat kan zij heel goed uitspreken met zo'n enorm grote mond. Ja, maar zij is ook demissionair overigens, hè? Want ik heb haar toevallig voorbij zien komen. Ze is demissionair. Is het Kamerlid? Ja. Ik ben weer die naam vergeten hoe ze ook weer heet. Maar zij, het is allemaal leuk en aardig. Maar ja, de weg uit de crisis. Ja, de weg uit de crisis. Maar volgens mij gaat de crisis gewoon weer opleven. Maar de steunpakketten voor de ondernemers, waar ik natuurlijk veel mee te maken heb. De bedrijf waar ik voor werk, die heb ik echt voor de helft gewoon kapot zien gaan hieraan. Dus voor mij dat ook nog eens een keer erbij. Maar zij zegt, de weg uit de crisis. Maar de steunpakketten worden al opgegeven. Ja, maar en dat is de enige weg uit de crisis. Dus nu zijn er 15 miljoen mensen gevaccineerd. En welke crisis? Er komt nog een grootste crisis aan. De Delta-variant, al die vaccins die tot nu toe zijn geplaatst, zijn voor niks geweest dan die van waanzin. Weet je, er is helemaal geen groepsimmuniteit door die rare vaccins. En zij zit alleen maar in de Tweede Kamer met zo'n grote mond. Toch even die vraag van de stelde. Zijn ondernemers of jij zelf, Jacco, heb je er begrip voor als we weer dicht zouden moeten? Omdat er te veel mensen zijn die zich niet willen laten vallen. Dat is het! Mooi dat! Ik zweer het. Ik ga helemaal slecht. Ik ga helemaal slecht van deze shit. Ik zweer het. Wat de fuck hebben wij begrip dat het bedrijf weer dicht moeten door de mensen die zich niet willen laten vaccineren? Juist. En dus 15 miljoen mensen die zich hebben laten vaccineren, die zijn allemaal de shock, omdat wij het niet willen. Het is toch waanzinnig? Waanzinnig. En in de Tweede Kamer hebben ze het erover, want dat hoor ik Hugo de Jong van mij zeggen, ja maar... Dan lopen die 2 miljoen mensen nog een beetje te veel risico om ook corona te krijgen. Dus heel belangrijk dat wij hun vaccineren. Ja, risico. Waanzinnig. Een risico. Weet je wat ik zeg? Risico. Een risico om misschien dood te gaan aan de griep. Je kan ook fucking morgen uit je huis stappen en dood neerpleuren. Je kan er met een auto omgeven. Heb je meer kans op. Kan je omkomen. Je kan een hardloper zijn. Je beste sportman op aarde. En je hart kan het begeven. Je hebt er niks over te zeggen. Als het je tijd is, dan ga je. Ja. Dat heb ik mijn moeder gezien. Die was in een week tijd weg. Ik was zelf bijna weg vorig jaar. Niet aan corona allebei. En dan moet ik nu bang in mijn huis gaan zitten. Ja. Tot mijn 80ste. Bang en boos zitten te zijn. Met 5 mondkappen op. Omdat er corona misschien wel komt. Nee, dit zijn leuke referenties en ongetwijfeld is Ippie aan het kijken. Wie dan? Want die man die is constant met mij in mijn content bezig en maakt allerlei kleurplaten en fantasieplaatjes. Dus ik ben een beetje boos van en een beetje bang van ook. Bang man. Goed, zal wel. Nou, laat je niet raken je emotieveld, hè? Nee. Ik kan van eten. Niet iets wat in me opkomt. Wij proberen juist heel duidelijk ook te waarschuwen van jongens, het is nog niet over. Wat ik al zei, in het blokje economie, de gevolgen zijn nog niet over, maar ook het virus is nog niet weg en we weten niks van die varianten, dus september, oktober, wordt echt wel een uitdaging. Dus laten we vooral zorgen dat we alle maatregelen goed in plaats houden, dat we niet te snel afschalen. Maar zie je, het gaat alleen, hoe bedoel je? De maatregelen, hun willen, dit is zo, nou goed, ik sluit deze af, want anders komen we nooit door het eerste filmpje heen. Ja, nou, voor mij, ik weet niet meer wie is. Oh, dan gaan we eerst even naar jouw stukje, hè? Umberto! Aan tafel Ernst Kuipers en Partij van de Arbeid Kamerlid Atje Kuiken. Als je ziet, stijging in Amerika, stijging Groot-Brittannië. Oh, jezus. Ja, je vriendin! Ook in Australië. Hij heeft wel een goed panel uit. Dat is en, die opgegraven vampier is er ook, ja? Ja, die man. Die heeft letterlijk nog de aarde in zijn nek. Die staat net als een dooskist. In Nederland met de Delta-variant. Nou, die gaat komen. Ik hoorde voor het eerst zo net deze Amerikaan zeggen... COVID on steroids. Met andere woorden nog... Hij is bijna blij dat hij het zegt. COVID on steroids. En daar is geen enkel vaccin tegen bestand. Ik zweer het, bij die man is rigor mortis al ingetreden, hoor. Ja, ik zweer het. Hij wordt gewoon van tevoren wordt hij beademd... en wordt krijgt hij nog hartmassage... en dan kan hij weer een kwartiertje op. En dan ziet de ernst van de situatie er niet zo erg van. Prachtig. Dus deze is het een goede omschrijving? COVID on steroids? Ja, het is een goede omschrijving in de zin van nog verdere boost, nog besmettelijker. Nog verder geboost. Hey, dat is, weet je, oftewel nog verder genetisch aangepast en gain of function toegevoegd. Want er is ook een hele rechtszaak over die rondom die Fauci. Die gasten zijn, het komt nu gewoon uit dat die
zogenaamde elite, of weet ik wat, de Amerikaanse politieke elite dan, de linkse rakkers, de scammers van Amerika, dat die gewoon letterlijk misschien wel de bron zijn van die hele COVID-waardigheid. En dat weten we natuurlijk ook. Het zal wel, maar dat is aan het uitkomen. Dat komt in het massale bewustzijn van de mensenrecht. En wij gaan al deze scammers voor een tribunaal dagen. Ik zweer het. Ja, want dat is betrouwbaar. Nou nee, maar ik wil, weet je, het zou zo mooi zijn als de Rutte mensen... Rutte Paschal er zitten met de jongen, dan met z'n tweeën lekker... Ja, dat lijkt me fantastisch, of gewoon dat ik hem, weet je, dat die gebliegen weten we nou al, maar dat die inderdaad gewoon een rechtszaak krijgt tegen hem of zo. Internationaal strafhof. Hij moet gewoon naar Guantanamo Bay of zo, weet ik veel wat, dat is shit, hij is gewoon schuldig. En dat weet hij ook. We openen elke trash opnieuw en we sturen Rutte en de jongen met z'n tweeën daarheen. Maar goed, nou nemen mensen ons natuurlijk nooit serieus. Gelukkig, daarom bedoel ik dat er dus mensen zouden moeten zijn die inderdaad, weet ik wel, bijvoorbeeld wat je in Amerika ziet, hoge senatoren en zo, die dit soort conspiracies wel gewoon als waarheid eventjes onder die neus schuiven en er officiële verklaringen van willen. Dat vind ik een heerlijke ontwikkeling. En dat komt ook omdat wereldwijd mensen natuurlijk, de bevolking wereldwijd, ziet het ook aan alle mensen die opstaan in de landen om ons heen. Niemand gelooft die COVID-waanzin. Iedereen ziet nu wel dat het een scam is. Iedereen ziet die Delta-variant al vanaf heinever aankomen. Dat hebben we namelijk via de staatspropaganda al maandenlang gevoerd gekregen. Gaan mensen dat echt nog geloven? Gaan we zo meteen weer voor de vierde golf onzichtbaar, weet ik van wat, gaan we weer het allemaal het mondkapje op doen wat niet werkt? Het slaat ook nergens op. Nee, het slaat ook nergens op. Maar ik zag dus wel, terwijl de mondkapjesplicht toen dus weg was. Ik liep al, ze hebben natuurlijk wel gewoon alweer de mondkapjesontheffing, die gewoon normaal een kaartje was. Die ik gewoon had uitgeprint natuurlijk. Ja. Gewoon, ja, ik doe niks op. Maar nu hebben ze er al een hele soort van verklaringspapieren ding van gemaakt. En vervolgens zie ik dus gewoon nog steeds mensen op de fiets buiten met een mondkap op fietsen. Die mensen zijn zo bang gemaakt. En het is eigenlijk heel triest. Want je kan ook niet met ze in gesprek. Want die mensen die buiten een mondkapje op de fiets aan hebben, die zijn, zodra jij alleen al zegt dat je misschien twijfelt bij het coronaverhaal, dan klappen ze helemaal dicht. Want dat hebben ze, zo zijn ze gehypnotiseerd. Alles wat niet pro-regering, pro-corona is, is een wappie-verhaal. Ja, nou, dan ben ik maar een wappie. Het maakt me ook niet uit. Ik zeg het ook altijd trots, zeggen mensen die ik voor het eerst zie. Ja, ik ben een wappie, dus kom niet met je vaccinatieverhalen en shit. Weet je, ja, mensen die op mijn Facebook langskomen. Yes! Eerste vaccin, yes! Tweede vaccin, dan denk ik, oh my inderdaad, god. En dan komen ze ook nog terug op die vaccins trouwens. En ook ziekmakender. Dus we hebben eerder wat wij de Britse variant noemden. We hadden de oorspronkelijke variant. Toen kwam de Britse variant. Die leek zo'n ruim... Ga je het nog even allemaal uitleggen? Ernst? 30% besmettelijker. Die nam over. Ja, wacht maar. 80% besmettelijker. Nou, dat hebben we echt gemerkt. Iedereen om ons heen die we kennen is ernstig ziek of dood. Eerst in Engeland, daarna ook bij ons. En nu is in Engeland die Delta variant al... Die heeft het van die eerdere Brits alweer helemaal overgenomen. Oh! Het is zomer, niemand gedood. En bij ons komt hij nog weinig voor. Hè? De laatste schattingen van de metingen van het RIVM zeggen minder dan 5%. Ja, die zal ook overnemen, die wordt de dominante vorm. Maar ik heb begrepen dat als je het hebt over besmetting, dat de normale variant duurde 10 tot 15 minuten voordat je besmet raakt. En deze variant 5 tot 10 seconden. Oh. Ik ga helemaal stik. Jezus, kerel. Umberto, hè? Wanneer ga je van de tv af, jongen? Dit is toch waanzinnig? Ja, maar ik vond hem echt een gewoon hele leuke, gezellige, leuke man. Alleen hij is zo pro-COVID dat ik nu, ja... Dat klopt. Dat zei Jens gisteren ook mooi. Door corona is het zo duidelijk geworden in hoeveel deze gasten er allemaal in zitten, zeg maar. Ja, maar weet je wat wel leuk is? Volgens mij die kerel die naast hem zit, die donkere jongen. Volgens mij is dat Sunnery James. Volgens mij is dat de man van Doutz Kroes. Ja, die zit goed bij mij. Maar ik weet niet zeker of ik dat in dit filmpje heb opgeslagen. Geeft hij wel een paar keer een reactie. Maar die Ernst Kuipers is dat spijt me. Maar als dat, hij is dan zo iemand die dan belangrijk is. En hij moet dan, weet ik veel, de leiding hebben of de tips geven, weet ik het wat. Maar die man die ziet er zelf uit alsof hij al 84 keer COVID heeft gehad. Nooit van de veld is. En gewoon nu, ja, weet ik veel, echt doodgaat van ellende. Ik zou me laten vaccineren voor alles wat hij heeft, in ieder geval. Ja. Serieus, ik zat met die Sunnery in de klas vroeger. Toen liep ik ooit een keer met mijn ex op het vliegveld. Toen kwam ik hem tegen, was hij met die Duitse. En ik zei tegen mijn ex, dit is Duitse cruiser. Wat? Echt? Toen waren we zo middels alweer weggelopen, zaten die door. Moesten we weer terug, toen moesten we achter ze aanlopen door het souvenirswinkeltje heen. What the fuck? Ben je wel op de foto geweest? Waarom zou ik het? Het is, nee. Ja, maar waarom moest je dat achteraan? Ik denk, je moet de handtekening vragen, de handtekening. Nee, dan zou ik maar toch even zeker stellen of dat echt wel Duits was. En dat ze dat hebben niet beseft. Nee. Maar ja, goed.
Ja, dit... Het is allemaal maar schijn, hè, mensen. Dus eigenlijk wat dit zegt met besmettelijker is dat... neem even, stel dat iemand heeft de normale variant en iemand anders heeft die Delta variant. Ja. En allebei lopen ze rond. Oh, nee. Geen eens quarantaine. Gelukkig hebben ze mondkap op. Dan gaat die normale variant, of diegene met die Delta variant, die besmet makkelijker, sneller iemand anders. En die besmet dus ook weer makkelijk weer iemand anders of twee anderen. En zo wordt op een gegeven moment, eerst heb je 1 op de 100 heeft die Delta variant. En je eindigt met op een gegeven moment dan maar 1 op de 100 heeft de normale. Omdat het zoveel sneller gaat. En als je dit hoort, mevrouw Kuik, met al die versoepelingen. Daar komt ze, daar komt ze. Het is een heel prettig besluit voor iedereen. Jij zei niet voor niets al, the summer of love. Ja, ja, de summer of vaccine. Ik heb het zelfs in het debat genoemd, dat we er allemaal zin in hebben. Ja. En ik sta helemaal klaar voor de teststraat. Waar is mijn vaccinatiepaspoort? Oh, jij gaat haar haten nu. Ik heb vergeten en natuurlijk ook weer medewerkers die al even in de club zijn geweest. Dus daar hebben we allemaal zin in. Maar ik maak me wel zorgen of het niet te snel allemaal te veel is gegaan. En dan heb ik het niet zozeer over terrassen of de clubs. Maar waarom in alle ruimtes geen mondkapjes meer? Of... Nou, waarom niet? Omdat die fucking niet werkt. Omdat die niet werkt. Omdat een mondkap is een gedragsexperiment. Het slaat helemaal nergens op. Wat zal jij je beschermd voelen tegen deze onzichtbare ziekte met je niet werkende mondkap? Is dat waanzinnig? Waarom nu alle grenzen naar alle vakantielanden al helemaal open zonder het te testen? Omdat alle andere landen... Echt, wat een waanzin. Weet je, deze vrouw, ik weet zeker dat zij geen jas bij zich heeft, maar altijd dat biochemische pak aan heeft. Nou, laat ik het zo zeggen. Voor haar waren de zonnebanken in ieder geval niet dicht. Dat scheelt. Ja, God, jezus, Maria. Maar echt veel buiten komt ze ook niet verder. Bang voor COVID. Oh, wat erg. Of quarantaineplicht. Waarom allemaal weer naar kantoor in plaats van nog een tijdje thuiswerken? Omdat deze vrouw, die heeft het uitgevonden. Nou. Prik hebben gehad. Omdat heel veel jongeren nog onbeschermd zijn en zich nog niet hebben kunnen laten functioneren. Oh, dit is ook zoiets. Ja. Oh, dus er gaan zo weinig jongeren dood. Het is 0,000 nog wat. Weet je? Oftewel, dat is een 1000%-punt kans of zo. En... Gewoon de haan en het kuiken. Echt, dit is echt jouw lievelingsvriendin. Gewoon naast Zet kuiken vanaf naam. Nou, inderdaad. Dit is je boze vader, Atje. Maar je had toch ook al zo, op een gegeven moment, ik weet niet meer wat dat was, maar je had toch ook zo'n Atje, dat was toch zo'n persiflage persoon van iets. Dat was ook echt een verschrikking. Dat was echt iemand die niet helemaal goed was of zo. 0,003% van de mensen, van de jongeren, die wordt überhaupt ziek. Überhaupt, dus, maar wel 100% van de jongeren allemaal vaccineren. Want anders kom je niet binnen. En Atje staat te springen. Oh, ik heb zoveel zin om naar het COVID-feest te gaan. Ja, maar luister. Die 0,0003% of 0,003% die dan ziek wordt, hè? Ja. En op het moment, stel je nou voor dat je zo... Ja, dat is een beetje is moeilijk voor te stellen. Maar stel je nou voor dat je zo achterlijk was geweest. En zo bang was geweest dat jij had gedacht... Nou ja, oké, ik ga mijn kind... Hè, terwijl die niet eigenlijk 0,003% kans heeft gehad om ziek te worden. Ja, voor de zekerheid laat ik die maar vaccineren. En je laat je kind vaccineren. En vervolgens kan jij gewoon 2 weken later. Kan je gewoon je fucking uitvaart voor je kind gaan organiseren. Hey. Omdat dat kind die meest zeldzame bijwerking heeft. Ja. Of op het moment dat jij dan nog leeft. En je kind is dan 25 jaar. En die wil eigenlijk zwanger worden. En blijkt achteraf dat dat vaccin ervoor heeft gezorgd. Dat je dochter bijvoorbeeld gewoon onvruchtbaar is geworden. Hoe ga jij jezelf dat ooit vergeven en waarom kies je hiervoor? Ik snap het. Wat denk je? En dan komt Hugo de Jonge persoonlijk even sorry zeggen tegen je. Ja, nee, maar daar heb je wat aan, die walgelijke rotvel. Want die wil toch op. Hij is de verantwoordelijke. Als hij aan me dus, dat bestelt, mijn kind doet hij wat aan met het vaccin. En hij komt aan me dus, sorry. Wat, sorry? Je kwam nooit meer buiten, gek. Nou ja, die komt niet aan jouw deur hoor. Want als jij jouw kind al zou laten vaccineren en jij weet dat er wat fout is gegaan door hem. Dan denk ik dat Hugo de Jonge niet aan jouw deur komt. Maar sowieso. In mijn kind geen gentherapie. Niet die waanzin. Weet je, ik heb er nu al zoveel narigheid. En zoveel echte waarheid van gerenommeerde artsen, documentaires, noem het dan maar op. Dat is echt geen onzin. Dat vaccin, maar je neemt geen risico. Ik heb geen kinderen, dus misschien is het raar dat ik het zeg. Maar je neemt geen risico met je kinderen. Natuurlijk niet. Ik ben vroeger ook gevaccineerd. Ja, waarschijnlijk ook. Ik ben absoluut geen antivaxxer. Totaal niet. Maar ik ben vroeger ook gevaccineerd volgens mij tegen wat? Pokken, ebola, alles. Maar dat waren andere vaccins, weet je. Dit is gewoon... Dat is al honderden jaren bewezen wetenschap.
En zo werkt een vaccin ook. Maar dit is natuurlijk een onder de noemer vaccin, magentherapie. Maar die mag het zo niet noemen, blablabla. Bla, bla. Maar het is gewoon het is een kwestie van definitie. Wat bedoel je? Ja, maar op het moment dat je ouder bent, als je ouder bent, je hoort Hugo de Jonge zeggen, dat weten we nog niet hoe de transmissie, we weten nog niet hoe dat gaat lopen, we hebben een aanname dat. Dan denk ik, dan ga je toch fucking niet die shit in je kind. Nee, precies, want kijk, stel dat, hè, dus corona is dan een echt vaccin, of dat coronavaccin is echt vaccin. Dus dat zou dan bijvoorbeeld aan het Rijksvaccinatie gebeuren worden toegevoegd of zo. Dan hebben ze dus, stel ze hadden dat gedaan, dan hebben ze dus de eerste 2-3 prikken of rondes kunnen ze al weggooien, want die werken niet. Nog. Ja, maar waarom, weet je, dat zijn van die dingen. En ik laat ik het zo zeggen, ik twijfel op dit moment echt heel erg over de algemene intelligentie van zeg maar de bevolking. En dat bedoel ik helemaal niet lelijk hoor. Want het gaat mij, luister, ik heb helemaal niks met diploma's of te maken. Het maakt me niet uit of iemand een uitkering heeft, want die zijn nog steeds net zo slim als mensen die een universitair iets hebben. Maakt me allemaal helemaal niks uit. Zo ben ik helemaal niet. Maar de mensen die gewoon niks willen horen met oogkleppen op, maar alles gewoon lekker erin laten spuiten en dan gewoon maar we weten niet wat er gaat gebeuren. Ja, maar ja, we zijn zo bang, laten we het maar doen, want we doen het voor een ander. Ja, hebt nooit gezegd wanneer je doodgaat. Dat heb je niet. Nee, maar ook, het zijn dezelfde mensen die al het hele jaar tegen jou en mij bijvoorbeeld aan roepen van dat wij allemaal samensweringen aan het verzinnen zijn. En vervolgens volledig meegaan met de samenswering die we voorspeld hebben. Ja, maar ja, nee, maar vervolgens, er is echt iets. Hoe bedoel je, er is echt iets? Er is iets aan de hand met je. Ja, maar vervolgens is het wel zo dat er zeg maar nu al wordt gezegd, en daar maak ik me dan zo kwaad over. Ik kan erom gaan koken. Daar word ik zo kwaad om. Gewoon, met de Janssen prik, dat is maar één prik. Op eens op, zolang ervoor dat strekt, dat kun je met één prik. En dan kun je gelijk op vakantie, dit en dat, bla bla. Nou, AstraZeneca, ik noem het met alle liefde Arsenicum. Arsenicum. Dan heb je nog dat Pfizer en weet ik het wat. Nou, prima, hartstikke leuk. Maar dan heb je allemaal van die vaccins. Waarom moeten er 4 verschillende zijn? En waarom wordt er nu dan gezegd niet dat het... want vaccineren, dat was de... dat was echt de exit van deze fucking crisis. Ja. Dat was de oplossing. Want dan zouden we helemaal klaar zijn. En nou komt Hugo de Jonge zelf met... we zijn bezig met de routekaart. Hè, want dat had ik ook gedaan. Routekaart vanaf september. Hoezo een routekaart? We waren het toch vanaf? En dan we zijn er toch niet vanaf? Het programma 2022-2023. Wat? Ja, en we zijn nu toch bijna allemaal gevaccineerd? Dan zijn we er toch vanaf? Ja, maar dit, weet je, ik snap gewoon niet dat mensen niet verder nadenken. Ik word er echt zo scheidelijk. Ja, ik weet, het is, weet je, triest om te zien dat vooral, heel veel jongeren zich zo onder druk gezet voelen, dat ze dus die prik wel moeten nemen, omdat ze anders niet uit kunnen mogen. En wat ik ook dom vind, is die toch wel de horecamensen, de ondernemers, die moeilijk gaan doen tegen wappies, hè, omdat ze dus kritiek krijgen, omdat ze dus meegaan in het overheidsbeleid, terwijl ze... En dan zeggen ze, ja, maar wij willen ook weer omzet draaien en wij hebben ook 1,5 jaar stilgezeten. Je hebt inderdaad 1,5 jaar stilgezeten in je fucking bek gehouden. Want daar kwam jij nog zo meteen mooi, een mooi stukje over. Dat zag ik ook voorbij komen, dat er zoveel bedrijven, ondanks de steun, allemaal failliet zijn gegaan alsnog. Ja. En goed, we gaan even verder met Adje nog even. En omdat we nog niet weten, wat gaat deze Delta variant doen? Ja, dat weten we wel. Die gaat heel Nederland de volgende scam opleveren. Die wel volgens modellen ergens binnen een paar weken de dominante factor gaat zijn. Wat zegt u dan tegen mevrouw Kuiken met al die vragen? Nou, ik denk dat we zelf ook de antwoorden wel kunnen geven. Dat komt namelijk omdat jullie van tevoren helemaal precies hebben besproken wat de volledige verhaallijn wordt en de vragen stellen. En ongetwijfeld gaat hij nu zomaar iets noemen wat dan achterop beeld in één keer verschijnt, hè, wat als referentie. De variant die wordt dominant. Het gaat nu heel snel. Het gaat op dit moment gaat het de goede kant uit met het aantal besmettingen wat laag is. Dus oftewel, de Delta variant is hier, die gevaarlijke besmettelijke Delta variant. Maar luister dan, het licht weer kaatst ook gewoon op zijn hoofd, zie ik nu. Dat is het enige puntje van leven wat erin deze zit. Deze man is de meest enge persoon die ik ooit heb gezien. Echt. En, die gaat niet horen. Het aantal ziekenhuisopnames had nog steeds verder daald. Ja, dus ondanks de Delta variant, die zo enorm gevaarlijk en dodelijk is, weet ik wat, en zo besmettelijk. Iedereen besmet elkaar. Hè? Maar we gaan wel nog steeds zitten natuurlijk in de summer of love flow. Oftewel geen besmetting, geen corona. En deze griepgolf gaat pas over enkele of 2 maanden pas weer over de kop opsteken, over 6 weken. En het is zo doorzichtig, mensen. En het is niet de griep, het is corona. Het is de Delta-variant. Ja, de Delta-variant, maar weet je wat het leuk is? Kijk, jij komt natuurlijk uit Purmerend.
Ja. Buurt van Amsterdam. Maar nee. ik ben natuurlijk geboren Rotterdammet. Rotterdam. Rotterdammet. Maar zeg maar, vroeger kon jij, ik weet niet of er Rotterdammers meekijken, maar goed, vroeger kon je altijd zeggen van, als iemand helemaal lijp liep te doen, als je dacht dat iemand helemaal gek was, zei je van, die kan je beter even naar Delta gaan brengen. Want Delta was namelijk een benaming voor het gekkenhuis, zeg maar, in onze buurt. Dus ik denk, iedere keer als ik hoor Delta, dan denk ik, mijn god, alsjeblieft. Bij ons heet dat de Paas of zo, de Paas. Ja, maar ja, Delta is wel weer heel erg bijzonder. Van Dissel zei, ja, iedereen wil natuurlijk zijn naam eraan hangen als land. Dus we hebben het nu omgezet naar... What the fuck? Ja, de overbrugging, hè, Delta. De overbruggingsvariant van de grote vader en moeder van alle coronavirussen. De kers op de taart. Ja, dus op dit moment beweegt het goed, maar je moet heel dicht op de bal zitten en blijven monitoren of er een knik in zit. Ja, dit is de gemiddelde kijker die naar dit programma kijkt. Ja, dat zag ik ook, maar ik wou niet zeggen. No offense. Ja, mensen kunnen zeggen, het is gebruik bij dat alles, of het nou in Nederland is of op vakantie, gebruik wel gewoon je gezonde verstand. Ja, en blijf in je hotelkamer op 1,5 meter. Want dat is het ook. Die hoorde ik namelijk ook, want iedereen is zogenaamd helemaal beschermd en gevaccineerd op vakantie, maar we weten niet wat ze mee terugnemen uit het buitenland. De Delta variant. Oh nee, en dan, als de Delta variant dan hier is, dan is het gewoon onze schuld natuurlijk. De niet gevaccineerden, die nou nergens in mogen, overal thuis gedwongen worden te blijven, die alsnog zijn de grote gevaar achter de Delta variant. Want het laatste waar wij zitten... Ze geven zoveel om ons, hè, want er zijn nog steeds 2 miljoen mensen in Nederland die niet gevaccineerd zijn en we moeten ze beschermen. We hebben net fucking iedereen beschermd die propaganda heeft geloofd. Dat slaat het op. Ja, oftewel, 15 miljoen prikken zijn er al gezet, weet ik van wat. Dus de vaccinatie ligt echt tegen de 80-90%, weet ik van wat. Maar dat is niet helemaal waar, hè? Want Hugo de Jonge, die had ook zo'n face-ding of zo geplaatst van 15 miljoen prikken. Maar er zijn natuurlijk heel veel van die ouderen, met de ouderen zijn ze begonnen. Dus dan zijn er ook natuurlijk heel veel mensen die moesten de tweede prik nog krijgen. Nee, dus begrijp, het ook over die tweede prik. Dus dat hele propagandaspel wordt gespeeld van 15 miljoen mensen zijn al gevaccineerd. Nee, helemaal niet. Als je gaat kijken naar de echte, inderdaad, als je gaat kijken naar de echte absolute cijfers, dan liggen die verhoudingen nog wel anders. Maar dan alsnog, hè, dan zou volgens een eigen staatspropaganda die vaccinatiegraad, en dat is toch al hoog start, die groepsimmuniteit effecten hadden al lang bereikt moeten zijn of wat dan ook. En groepsimmuniteit? Groepsimmuniteit? Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit iets over heb gezegd in een toespraak. Nee, vast niet. Maar wat het ook is, de groepsimmuniteit met jongeren, die moeten dan ook bij die groepsimmuniteit horen, maar dat kan alleen maar met het vaccinatiepaspoort, terwijl ze eigenlijk er gewoon bij gerekend kunnen worden, want ze worden niet ziek en ze zijn niet besmettelijk. Dus die kun je er gewoon in één klap bij rekenen. Nee, want we moeten zeker stellen, hè, en dan zeker het beleid achter de deur 1,5 meter loslaten, het moet dan met vaccinatie waarschijnlijk. Als je bij wijze van spreken in augustus, hè, we hoorden net de voorbeelden van Israël, of wat ze in Nieuw-Zeeland of Australië of andere plekken, het laatste waar we op zitten te wachten, is dat we een paar weken ons helemaal vrij voelen en daarna alweer beginnen met de nieuwe maatregelen. Ja, snap ik het wel, want ik snap dat Ryan, dat zou ik ook waarschijnlijk hebben gedaan, naar het voetballen gaat in Boedapest, dat snap ik. En ja, hij zat bij mijn broertje in de klas. Dat je naar de club gaat en dat je wilt... Ik zat bij hem in de klas en die andere gozer met mijn broertje. Vet grappig. Dat heel graag. En ook Sita. En dus Turk. En ook bij Sita op school, ja. En ik kom van de BN'er school af, jongens. Dus maar ik zeg ook niet dat je dat niet moet doen. Ik zeg alleen dat, even voor de Nederlandse overheid om te overwegen, maar iedereen die terugkomt bijvoorbeeld op Schiphol, ja, testen. Nee, hoe bedoel je? Je hebt er gevaccineerd. Met je bullshit. Je hebt toch op de heenweg al getest? Maar weet je wat ook heel triest is? En dat vind ik dus echt heel triest, hè? Ik heb dus, zeg maar, wat klanten van mijn moeder overgenomen. En, hoe heet dat? Dat is een oudere man en een oudere vrouw. En die vrouw die snapte helemaal niks meer van. Maar goed, die oudere man die belde mij van de week. En die man die belt mij en die zegt... Ja, ik heb me laten vaccineren. Nou, ik wist dat zij dat zouden gaan doen. Waarom? Omdat zij een dochter hebben in Oostenrijk. En daar willen ze heel graag naartoe gaan deze zomer. Ja. Dus die belt mij op en die zegt, ja, heb jij misschien mijn DigiD-code? Ik zeg, nou, ik ga wel even kijken of ik het nog heb in mijn moeders gegevens, oké. En waar wordt hij mee geconfronteerd? Die man, die moet dan dus een app gaan downloaden. Een man van echt bijna 80, hè, die moet een app downloaden. En zijn vrouw ook, die heeft niet eens een telefoon.
En dan moet hij dat met zijn DigiD gaan inloggen. En als hij dan met zijn DigiD wil inloggen, dat kan dan niet. Want er moet weer een sms-code per se bij zitten. Dus moet hij eerst weer zijn sms-code aangevragen. Dat krijgt hij dan opgestuurd dagen later. Zodat hij die app kan installeren, weet ik het wat. Maar dan, ja, dan mag hij weer eigenlijk niet hetzelfde nummer hebben als die vrouw. Dan denk ik bij mezelf van, jongens, echt serieus. Ja, hoe moet je dit maken voor mensen? Weet je? En kijk, ja, ook als je bijvoorbeeld uitgaat, hier permanent ook, dan loop ik naar de shop of zo. En dan zie ik dus al die mensen. Dit is een hele teststraat, dat staat bij ons op de Koenmarkt. En dan kun je maximaal even aan je hersens laten kietelen gewoon. En dan is het echt de bedoeling zo van. Wat wil ik nou maar zeggen? Kijk man. Waar had jij het nou over? Zei je nou net? Nou, dat het gewoon verschrikkelijk moeilijk wordt gemaakt door de regering. Om gewoon. Voor ouderen dan sowieso. Oftewel, dus, en die mensen aan de staan ze daar aan de deur. En ze moeten dus. QR-code. Initialen, een app, een QR-code. Even wat. En waanzinnig gewoon. Alleen maar omdat je een biertje wilt drinken zonder dat eetje. En terwijl er geen besmettingen zijn. We weten nu allemaal dat het slechts de griep is. Niemand houdt zich eraan tenzij er een boa kijkt. Ja? Dat alleen al betekent dat we puur en alleen het meedoen. Omdat het zogenaamd moet van de overheid. Terwijl we het er allemaal niet mee eens zijn. Maar het gewoon klakkeloos maar accepteren of zo. En, weet je, en dat gaat nu wel veranderen. Want als zij zometeen in oktober, weet ik wel, september, de boel weer op slot gegooien, dan worden alle mensen, zijn nu eindelijk na een jaar COVID weer in één keer weer zogenaamd vrij te zijn geweest, worden ze weer ernstig in. Dan voelt iedereen het dat ze in hun vrijheden worden beperkt. Voor slechts de griep. Want nogmaals, het feit dat er zoveel mensen in de supermarkt zonder mondkapje lopen, dat doet mij goed hoor. Want dat betekent gewoon dat de meeste mensen het niet geloven. Want als je echt ja, zo bang ik ben wel blij dat ik gewoon. Moet ik zeggen, ik ben wel blij dat ik gewoon een winkel in. Kijk, ik liep altijd. Ja, altijd niet, maar in het begin niet. Want heel veel mensen die bemoeien zich met anderen. En dat vind ik gewoon belachelijk. Maar goed, ik heb geen zin in een ruzie. Maar goed, op een gegeven moment had ik zoiets van. Ja, flikker op met heel die mondkap. Weet je, rot maar op. Dus ik had een stomme ontheffing uitgeprint. Denk iedereen die tegen mij praat, op rotte ermee. Ik ben wel echt blij dat ik nu gewoon een winkel in kan lopen. Zonder dat ik me daar druk over hoef te maken. Maar die mondkap. Ga bij mij nooit mijn hele leven meer op. Nooit meer. En denk ook, ik ga echt, als het zo meteen weer verplicht wordt en mensen gaan weer dragen, ik ga met die toeter, ik zweer het, ik ga het doen. En dan zal ik maar een dag hier opgepakt worden of zo, want je wordt ongetwijfeld door een of andere boa opgespoord. Dat mag natuurlijk allemaal niet, want dan moet ik weer legitimatie laten zien en dat heb ik niet. En dan mag ik weer gelijk mee en dan weet ik wat. En dan word ik weer voor niks vastgezet, dus dat zal gebeuren. Oh, dan laten we even. Ja, maar weet je, horeca, als laatste ding is even. Ik vind wel horeca-ondernemers. Aan de ene kant vind ik wel echt oprecht dat je echt gelijk hebt. Want ik vind het ook belachelijk. Ik heb ook echt zoiets van: als iedereen eraan meedoet, als al die horeca-ondernemers gaan meewerken, dan blijft het dus, dan wordt het in stand gehouden. Aan de andere kant is het wel zo dat de regering, dus ja, de gemeentes, zeg maar, laat mij even zo zeggen, dat is ook de regering natuurlijk, dus ook overheid, die hebben gewoon dusdanig veel macht, ze kunnen gewoon die vergunning intrekken en dan zijn ze gewoon helemaal kapot. Dus eigenlijk worden ze gewoon. Dat is ook zo, je hebt ook gelijk, hè? Want de verhouding in de ook juridisch gezien is in principe officieel God, de mens, de overheid en de bedrijven. Nee, want de overheid is de volksvertegenwoordiging, die werkt voor het volk en de bedrijven. Dat die betalen uiteindelijk allemaal belasting. Wat we als gezamenlijk volk verzamelen via die volksvertegenwoordiging. Dus de bedrijven staan in dienst aan de overheid. En doen eigenlijk, zouden moeten doen wat het volk het liefst wil. En wat wij zouden het liefst zouden willen dat er gebeurt met ons gemeenschapsgeld. Maar. We leven in een omgedraaide wereld. God is iets wat je zelf in je eigen tijd maar moet doen. Daarnaast sta je als burger onderaan. Hè, want dat is het. Het verschil tussen wat je bent. Wij zijn allemaal een burger geworden doordat we. Al in het begin dat vaccine, dat kaartje zijn geworden. Nou, dit heb ik al 100.000 keer uitgelegd vorig jaar. Zal wel. Het is helemaal omgedraaid. Oftewel, de bedrijven zijn de baas. Die bepalen de poppetjes, welke politieke poppetjes er zitten. En wat die gasten dan precies uitkomen. Ja, maar dat zijn niet de bedrijven, de MKB'ers en de eenmanszaken. Nee. Precies. Want dat is ook precies. Ik had natuurlijk nog iets gevonden over die Sustainable Goals van 2030 plan. En daar stond dus ook in van, en hoe gaan we dan dit bereiken qua geld? En daar stond dus doodleuk, stond daar gewoon in, van ja, belastinggelden. Nou, toen werd ik er natuurlijk alweer helemaal bloedlink, want toen dacht ik, belastinggeld, tuurlijk, wij mogen het dan weer ophoesten. Maar er stond ook in, ja, bedrijven die gaan investeren. En toen dacht ik, welke bedrijven precies dan? Gaat Shell eindelijk een keer investeren? En dan stond er ook in, ja, eerlijk belasting betalen. En toen dacht ik, oh, alle MKB'ers en de eenmanszaken en de ZZP'ers die helemaal worden uitgekleed, uitgemolken en alles, ja. De grote bedrijven, die worden allemaal lekker gered door de overheid, want daar hebben ze allemaal aandeeltjes in. En
Precies. En voor hun zijn er allerlei zogenaamde offshore mogelijkheden om hun geld te stallen en alles. Maar jij als de slager op de hoek gaat niet op de Cayman-eilanden een of andere postloket openen of zo, toch? Nee. Maar even iets anders. Even iets luchtig. De datingshow. Ik kwam iets tegen van een datingshow. Dat is hilarisch dit. Ik zweer het je. Mooi kopje. Dank je. Dus deze twee mensen zitten in bad, ja? Dit is niet waanzinnig. Ik ga er helemaal stuk. Ik heb slecht. Oh, echt deze mensen. Dan denk je bij jezelf, Hanny en Kees. Kees wil haar niet neuken. Maar Hanny wil Kees niet neuken. Moet op. Wat is je de neus aan doen ook? Ik zou je bijna aan willen raken. Met schelen op eigen risico. Ik waag niet tegen. Nee. Of op andere plekken dan? Nee, dat gaat niet goed komen. Oh, dat maakt ook geen zin in, Kees. Je bent wel uitdagend. Ja, want hij is Eddie. Oh, mijn god, heeft hij nou zijn trouwring ook nog om of wat? Ja. Zo dood. Oh, Kees. Ook nou, leuk. Kijk. Oh nee, oh nee. Oh, nee. Ah, mama. Oh my god. Oh, jezus. Nou, ik ook niet jou. De kriebeltjes zijn er nog niet. De kriebels moet je ook niet forceren. Oh my god. Nou, gelukkig. Ik zal bij jou nooit wat forceren, Hanneke. Misschien wel aanvakkeren. Oké, Kees op serie hoor. De hele bril is beslagen. Misschien dat ze daarom denkt dat hij lekker is of zo. Nou ja, ik denk dat ze elkaar opvreten, zoals je ziet. Nee, alsjeblieft, nee. Nog meer. Oh, die man heeft echt... Hij heeft echt een lange... Nee, ze gaat nog meer dingen doen. Hij komt op je af, Kees. Dit is toch smerig, dit. Ik had alleen de eerste 10 seconden gezien. Dat dacht ik, dit moet ik halen te zien. Maar goed, ik wist niet dat dit ging gebeuren, mensen. Oh mijn god, wat doe je nou mee? Oh jezus, Kees. Oh godverdomme. Ik vind het heel stom, want qua uiterlijk ben je totaal, maar eigenlijk ja, of totaal, ik heb geen type. Nee, eigenlijk wil ik je gewoon vertellen dat je kakelelijk bent, Kees. Maar nee, maar even inleg gewoon. Het is een hapje. Het is nog een tractatie, dit. Ik ga helemaal dood. Ik ga helemaal slecht. Ja, je bent eigenlijk mijn type niet, dus ik ga je zo verzuipen in die fucking badkuip. Maar dat geeft niet, want je legt toch al bijna onder water. Oh, kijk, zie je, mensen vinden het leuk, gelukkig. Dat dacht ik ook wel, ja, precies. Okay. Is dit? Nee, ja. Dus dit is hetzelfde serie als vorige keer van, weet je wel, had ik de Lulie er ook zien. Van, nee, dat is helemaal niet waar. Ja, vorige keer liet jij een first date zien. Dat was dat ze met z'n tweeën in een café zaten met 1.500 kilometer afstand. Ja, nee, maar die ene daarvoor, dat had je ook zo'n scène van, dat, ja, maar die vrouw die was helemaal overstuur of zo, en dat had die man gedaan. En dat deed hij omdat hij zoveel om dat gaf, ja. En ik vind het helemaal niet leuk dat jij zo bent. Blablabla. En ik vind dat ging ook helemaal verzinnen. Oh ja, want dit is Lang Leven de Liefde. Dat is een verschrikkelijk programma ook. Deze gozer heeft gewoon maar één look, Kees. Moet je kijken. Nou, MC, als was het de laatste man op aarde, ik zweer het. Ja, dat is ook een vinger. Het lijkt wel een beetje op vinger. Met, snap je? Het is verschrikkelijk. Ik ben nog een beetje onzeker. Jezus. Je maakt me... Hij is al 2 keer opdurgend op deze... Oh mijn god, hij is al 2 keer op die vrouw gedoken. En zij komt bij eerst met... Je bent mijn type eigenlijk gewoon niet. Nee. In heel erg omslachtig, want vrouwen zijn zo natuurlijk. Ja. En dan vervolgens dan komt ze met... Je maakt me onzeker. Ja, en waarom? Want je hebt namelijk een prachtig lichaam. Ja, prachtig. Ja, je hebt een mooi lichaam. Kees, steek hem er even in. Oh mijn god, help! Oh. En nu pleurt ze uit het bad. Bam. In de zee! Oh, wacht. Het gaat door. Nee! Ik heb het ook niet gezien. Maar dat gebeurt gewoon als je dronken bent. Nee, dat is niet gebeurd, hè? Nee. Nou, dat gebeurt ook ergens bijna nooit, hoor. Oh, dit zijn andere mensen. Ja, dat is de waarheid. Oh, wacht, Kees, dat is hier. Oh, jezus. Oh, mijn god, hij is zo eng. Ik zweer dat hij is seriemoordenaar. Echt waar, hij zit zo in te kijken. Voor mij heeft hij ook echt een hele grote sterkte, want hij moet alles de bril op hebben, gewoon. Het is van dichtbij of veraf, het maakt niet uit. Kees is blind. Nou, ik ga gelijk pitten. Ja? Mag ik nog even oppoken? Nou ja, Kees. Slaap lekker. Nou, dat is een woeste nacht. Oh my god.
Oh, ik hoef toch geen seks te gaan aanschouwen nu, hè, met die twee. Hij ligt al te slapen. Ik denk dat ik verliefd zou kunnen worden. Oh, dit is zo'n geforceerde liefdeshit, jongen. En als je elke dag maar bij elkaar bent, en voel je wat? Voel je wat? Ja, maar jij kent deze programma's niet. Maar dit is Lang Leven de Liefde. Twee mensen die elkaar niet kennen, die worden gewoon een paar dagen of zo met elkaar in één huis gedonderd. En dan moeten ze maar kijken of ze elkaar leuk vinden, ja of nee. En dan krijg je echt de meest verschrikkelijke dingen. Het spat er vanaf, inderdaad. Ja, maar kan je even nagaan, hè? Ga even na. Het idee alleen al, dat je nog iemand nog niet eens kent. Stel je voor dat je iemand al wel zou kennen, je wordt er gelijk mee in één huis of op vakantie, maakt me niet uit. Maar dat je mee gelijk mee 24-7 mee zit. Mij niet bellen, mij echt nooit niet bellen. Maar inderdaad, dus je zit je al in het programma omdat je dan al heel lang geen relatie hebt. En dan word je geforceerd met iemand die er ook al heel lang geen relatie hebt, om erachter te komen dat je voorlopig geen relatie wil hebben. Want al die mensen zijn vreselijk. Ja. Sowieso, vriendschap is altijd ook fijn. Oh, burn! Zo door de afgelopen. Bam! Hoppa! Eén man afgewezen. Zeg dat maar even tegen Sjaakje van de chocoladefabriek in mijn broek. Ja, bij Kees. Die vindt dat ook heel erg fijn, vriendschap. Voor wat anders natuurlijk. Hij denkt ook, kut. Je moet het weer opwekken, maar ja. Oh, wacht. Misschien moet ik je wel eventjes gaan aanranden. Anders. Is hij impotent of zo? Nou ja, ik wou bijna zeggen, anders zal ik al eens even met mijn blanke adder even tegen Jan komen liggen. Oh, godverdomme. Nee, want dat is namelijk aanranding. Moet je niet forceren natuurlijk. Inderdaad, want dat is namelijk aanranding. Ik denk even dat jij nog meer toenadering zoekt tot ik toe. Ja? Waarom spreek je dit uit? Waarom zeg je niet gewoon... Ja, dit zou het dood doen. Nou, stel dat ik, weet ik wel, Hannes was die daar in bed lag. En ik denk, nou, ik wil deze vrouw, die wil ik helemaal bespringen. Dan heb ze me nu toch al 3 keer gezegd dat zij het niet wil, volgens mij. Sowieso. Dus laat ik het op maar doen, man. Zo niet, man. Hier, ze zien elkaar ook niet, ook, want het is donker. Oh, wacht, kijk eens. Ik denk dat jij momenteel meer voelt. Oh mijn god, echt. Ja, als jij... Oké, toch... luister. Ik ben een vrouw of zo. Ja, ik ben een vrouw, hè. Maar ja, als je nou een vent bent en je denkt dat je een of andere chick hebt geregeld om daar iets mee te gaan doen, en die gaan gewoon heel gesprekken met je voeren en allemaal vragen stellen. Kees gewoon iets op. Nou, leuk. Ik vind het leuk dat jullie even nog steeds meekijken, mensen. Nou, we maken er nog 10 minuten van. En anders blijven we ook te verder lullen. En dan gaan Miranda en ik wel even op de achtergrond bespreken hoe het allemaal is gegaan. Maar nog even een klein stukje Kees en prachtige vrouwen. Dit is niet Kees, dit zijn twee anderen. Ja, ja, ja. Hij heeft maar ook dit zijn deze. Heerlijk lichaam. Nou, iedereen heeft een lekker lichaam. Nee. Het heeft gewoon zijn tijd nodig. Oh my god, dit is echt serieus de remedie tegen geilheid. Ik zweer het. Ja. We komen ook niet aan het slapen toe, want we zijn de hele tijd aan het praten. Ja, ja. Nou, het spat er vanaf, deze liefde. Lekker. Jacqueline moest vannacht flink op de rem trappen. Want Kees en Zwans, die stond in volle glorie. Oh, godverdomme. Wat een leven. Amper vooruitgang. Jezus! Ja, die hebben wilde zijn. Oh, is dat er? Dat is er. Ik dacht dat ik kaal was, maar dit slaat er werkelijk uit. Ik merk wel dat jij wat meer toenadering zoekt. Dat komt namelijk omdat jij de enige vrouw hier in een huis bent met mij. En ik heb al 10 jaar niet gemerkt. Ik ga dood in de schabber Pieter vrouwelijke vorm. Ja. Of doen? Ja, dat weet ik niet. Antoine wel hoor. Zijn hoofd zit vol met wilde plannen. Oh my god. Ik wil het aan te doen en wilde mijn beste dek niet tegen jou aankruipen. Oh, hij moet even zeggen dat hij bronzig is. Hij moet even zeggen dat hij bronzig is. Want Oh mijn god, echt. Ik heb mijn nek van zo iemand. Ik zou echt in de tuin gaan slapen op de grond in het gat. Het is een smerige hint hoor. Zeker als je niet wil, inderdaad. Lig je al geforceerd in bed met die man of met die vrouw en dan gaat hij natuurlijk ook raar om. Ja, hoe kansloos ben je als een vrouw al zo vervelend is, hè, dat ze al 3 keer een heel gesprek is gaan aanknopen terwijl je alleen maar wil neuken. Ja. En dan ligt die vrouw alleen maar tegen je aan te zeiken dat ze niet verliefd is en dit en dat. Dan ga je toch niet nu weer een poging doen. Dan snap je toch ook als man zijn er wel op een gegeven moment, ik weet mannen die snappen niet heel eens meestal, want vrouwen zijn gewoon heel omslachtig. Ja, maar hij zou het nu toch onderhand wel moeten begrijpen, zeg maar. Dit zijn echt wel bijna van die COVID-19 hints. Van, zie je het nou nog niet? Dit is allemaal nep. Ik zie geen 1,5 meter. Ja, 1,5 meter, nou dat maakt niks uit. Want die overbrug ik wel, met mijn Delta variant. Huh? Nee, dat maakt wat niet. Ah, dat is de 4 strikes out, kerel. Draai hem maar om. In je graf. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik geef wel weer een slinger aan. Doe toch een medel even. Ik
Nou, dat is de dating, jongens. Leuk. Ja, je moet er even, je moet wel één filmpje sowieso nog hebben. Ja. Alice is fantastisch. Ik wil even props aan Alice geven, want die opmerking was echt fantastisch. Oké, nu doen we nog even één relevante. Die ja, je moet even laten. Één filmpje wil ik echt wel graag. Die China, die wil ik echt wel graag zien. Ja, ja. Dat ik wil echt. Okay. China maakt gebruik van propaganda en schuift dingen onder een tapijt. Je verwacht het niet. Ik ben heel benieuwd. Y si yo tuviera que definir China en tres palabras, usaría la palabra velocidad, la palabra transformación y la palabra... Kijk, zit als enige zit zonder mondkapje. I couldn't believe how well China handled COVID, even in just two months. They all came together to have their own idea of communism to help China move forward, which I thought was great. Y con el crecimiento de China se ha beneficiado en gran medida nuestro país. Dit is gewoon staatspropaganda, man. Entonces, ja, maar het komt straks, wacht. México y arriba China. China. Ja, let op wat er komt. Nu. Na deze call. Ja, daar komt het. Ahora su partido. Dat het altijd nuttiger of effectiever is, als het ware, om je verhaal overtuigende doel lijken, laten we zeggen, om je propaganda overtuigende doel lijken, als je mensen uit de ontvangende landen aan het woord laat. Ja. Want dan spreken ze hun eigen taal en komt het authentieker over dan als je daar hier de Chinese ambassadeur zou neerzetten of iemand in Peking zelf. Verdad, no importa quién le preguntes, todo el mundo apoya al partido, todo el mundo ama. Ja, maar het mooiste komt nog. Oh. Sowieso. Eigenlijk moet je mensen voor de mensen thuis. Dit is inderdaad overduidelijke staatspropaganda, toch? He, dat er allerlei mensen worden ingehuurd die het pro-regeringsverhaal gaan vertellen. Nou, het lijkt wel op de Nederlandse media. Maar die China-deskundige, die komt straks met een prachtige statement. Ah, oké. Okay. En zo wordt ook gecommuniceerd meer en meer, en met meer en meer zelfvertrouwen ook, met het buitenland. Om ons te overtuigen. Om ons te overtuigen dat wij misleid worden, bijna als het ware, door onze eigen pers. Ja. Onze eigen vrije pers, die ook soms dingen signaleren in China die minder ideaal zijn. Om daar een tegenwicht tegen te bieden. What the fuck is dit? What the fuck, echt? Echt? Holy shit! Bedoel je dit of niet? Ja, het gaat gewoon om het feit dat hij even dood kon vertellen van onze vrije pers, zie je, hè? Ja. En je ziet dus, hè, dus en wat laat de Chinese media dan niet zien? Dat er het Engels strand in elkaar geslagen wordt. Juist, dat! Dan laten we dat niet zien. Holy shit, mensen. Want dat is staatspropaganda. Als China het doet, is het staatspropaganda. Want onze vrije pers, nee, die is zo... Weet je, maar weet eens, dan is... Dit is natuurlijk een pro-regeringsverhaal natuurlijk voor ons, zeg maar, toch? Oftewel, al die zogenaamde China-deskundigen... en al die wetenschappers die overal aanschrijven... noem dan maar op, allemaal serieus te nemen mensen zogenaamd... die ook echt wel die papieren hebben gehaald... zijn allemaal bewust ons aan het misleiden met een kutverhaal. En dat is nogal wat, hoor. Dat is wat. Ja, maar dat is ook het hele... Daarom had ik ook... Ik zag dit, zeg maar... Ja, jongens, je verwacht het niet. Maar op RTL Nieuws... Ik zag dit zo voorbij komen op mijn tv, zo op de ontbijtnieuws geloof ik zo. En ik lieg, 7:30 nieuws geloof ik. En ik keek ernaar en ik zat echt gewoon, ik zat van, what the fucking hell heb ik hier nu gezien? Zie ik nou serieus op RTL Nieuws, dat zij serieus laten zien dat er influencers zijn die over China leuke dingen zeggen. En dat dan de vrije pers, ja, die wordt slecht behandeld en ze laten alleen maar de goede beelden zien. What the fuck, wat? Echt, en... Weet je, en als wij als wij dat geweld dan op Malieveld of zo dan aantippen, dan is dat gewoon niet waar. En is dat gewoon onze eigen coronaschuld of wat dan ook. Is nee, maar onze politie en onze ME en alles wat van de veiligheidsdriehoek en zo, dat gaat allemaal helemaal goed. Als het goed is, komen die BPOC-gasten vandaag, of morgen geloof ik, vandaag of morgen gaan ze allemaal naar buiten komen. Dan maken ze zichzelf openbaar, die politieagenten. Oh, echt? Nou, dat zou 1 of 2 of 3 juli gebeuren volgens mij. Oh ja, dat weet ik niet. Ik heb wel gezien, wat ik al zei, ik heb wel dat Jorn Luca nog gezien met Thierry Baudet. En op zich vond ik het wel een oké interview. Alleen wat ik wel bijzonder vond, moet ik heel eerlijk even erbij zeggen, ik vond het wel bijzonder
dat toen Jorn Luca eigenlijk aangaf dat hij denkt dat het poppetje, dat Rutte bijvoorbeeld een poppetje is, wat wordt ingezet door die hogere machten, dus door de elite, ja, zeg maar. Ja. Dat Thierry Baudet eigenlijk met het antwoord, je moet maar even kijken hoor, of mensen die het zand vinden moeten maar even opzoeken. Thierry Baudet, die antwoordde er eigenlijk op zo'n manier van, ja, nee, maar dat vind ik eigenlijk een beetje te negatief. Is het zo? Te negatief, ja, nee, maar hij zei oprecht. Hij zei, ja, dat vind ik eigenlijk een beetje te negatief gesteld. En wat hij eigenlijk zei was letterlijk dat hij gewoon denkt dat Rutte dus gewoon een, gewoon eigenlijk een domme kneus is. Die het allemaal niet door zou hebben of zo. Dus Jorn Luca, die kwam over Build Back Better. Maar ja, ik weet niet. En op het einde, die Jorn Luca, die hield wel heel goed, moet ik eerlijk zeggen, die hield heel goed vast aan zijn ideeën erover. Maar die bleef dat volhouden van, ja, weet je, niemand gaat mij wijsmaken dat ze er allemaal niks van af weten met dat Build Back Better uitspraak en dit en dat. Nou, daar was ik natuurlijk heel erg mee eens. Ja. En Thierry Baudet zei op het einde van, ja, ik vind het wel jammer dat we het zo afsluiten, want het komt nou wel heel erg negatief over dit dat. En toen dacht ik echt van, Nee. Maar dat is namelijk omdat Thierry Baudet, die zit er ook bij. En die is ook voor de bühne die wappies aan het afvangen. En wat ik zelf was ik nooit een super groot fan van Thierry Baudet. Zeker niet toen hij aantrad. Want toen zat ik helemaal in die conspiracies ook. En hij was met zijn opening speech, had hij het over de uil van Minerva. Die spreidt zijn vleugels of zo. En dat werd later dan uitgelegd als omdat hij van de Leidse Universiteit komt of zo. Maar het heeft keihard te maken met de uil van Moloch uiteindelijk, als je dat uitzoekt. En dat is weer zijn een van de standbeelden waar al die elite gasten allerlei rituelen op uitvoeren. Oftewel, hij gaf blijk van een satanische achterhoede uitspraak shit. Oftewel, er is een club mensen die het niet goed met Nederland met het volk weet je, daar zie je het niet voor goed hebben. Het voorover hebben, ja precies. En die mensen, die bezitten alle belangrijke plekken. Alle media, noem dan maar op. Het is allemaal één organisatie. Met de politie als uitvoerende macht, of weet ik veel. Ja, maar dat zei hij ook. Hij zei, die Jorn Luca, die zei ook iets van, ik geloof echt, weet ik hoe weinig procent van de bevolking, dus die elite, zeg maar, dat die 90% of zo van het hele kapitaal hebben, zeg maar. Ja. En die zei, hij zei ook, en daar was ik het dan wel weer heel erg mee eens, want dat heb ik al vaker gezegd, ook tegen mensen, van luister, als die fucking elite dan zo niet meer weet wat ze met hun geld moeten doen, en dat ze zoveel geld hebben, waarom dan Agenda 2030? Waarom al die fucking plannen? Als zij hun, ja, en dat zei Jorica ook, als zij hun kapitaal, over al hun kapitalen, over de hele wereldbevolking zouden verdelen, dan zou er nooit nergens geen armoede meer zijn, en dan zouden ze normaal kunnen leven. Dat is ook exact de reden waarom zij die populatie zo graag willen indimmen. Wij zijn allemaal useless eaters, zoals ze zelf al zeggen. We zijn waardeloze toevoeging. We zijn volledig uitgemolken. We zijn oude koeien, oude schapen. We worden geruimd. Ja, maar dat vind ik wel heftig. Want ik weet niet of jij dat trouwens toevallig weet. Een beetje een rare vraag misschien. Maar ik zat laatst ook weer Jens te kijken. En die kwam ermee dat een of andere... ik heb het wel daarna opgezocht hoor. Ik weet wel dat het echt een grote egoïstische, nare man was. Maar schijnbaar is er een of andere Henry Kissinger geweest. In Amerika, zeg maar, was een hele vervelende, nare man. Maar die schijnt ooit wel eens iets te hebben uitgesproken van dat ouderen er toch niet echt toe doen of zo. Of dat die alleen maar, dat die alleen maar last zijn. En zo voel ik het wel aan zien. In Nederland, weet je. En hun denken ook alleen maar vanuit, überhaupt natuurlijk, alles wat met het volk te maken heeft, dat moet een soort verdienmodel of economisch standpunt achter zitten. Oftewel, die kun je met legitiem leegtrekken en naaien en beroven eigenlijk. En dat is dus die elite club die op die manier het volk uitmelkt gaan. En daarbij ook de macht in handen uitgaan. Kijk, ik vind het gewoon echt oprecht. Ik vind het gewoon echt verschrikkelijk. Mensen die in een uitkeringssituatie zitten, bijstandssituatie, die worden sowieso helemaal uitgemolken. Dat weet ik sowieso. Dat is belachelijk. Die hebben nu nog een keer eroverheen gekregen dat als ze schulden zouden hebben, zeg maar, dat er nog de beslagvrije voet mag nu nog 5% sinds dit jaar onder het minimum bestaan komen. Dan denk je, oké, waar zijn jullie mee bezig als regering zijnde? Wat de fuck zijn jullie aan het doen? Nou, dan heb je die controle shit nog, dat je nog niet eens een partner zou mogen hebben die één keer in de week of twee keer in de week bij je slaapt. Want ook, god, als er een onderbroek of een tandenborstel ligt die wordt gecontroleerd, dan ben je de lul. Of stel je echt een wasmachine van iemand cadeau. Stel je echt een wasmachine van iemand cadeau, krijg je gewoon boetes en alles. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Kijk, ik zit niet in een bijstandssituatie natuurlijk, maar ik vind dat wel verschrikkelijk dat dat gebeurt. Ik heb dat natuurlijk wel ooit gehoord allemaal.
Maar ook bij het UWV, word je ook gewoon genaaid waar je bij staat. Want als ja, jij bent ondernemer, jij wordt harder genaaid dan ik hoor. Nou ja, weet je, kijk, stel dat je bij het UWV komt te zitten, omdat je werk hebt gehad, je ging de WW in. Hè? Ja, WW, hoppa, en je hebt door die kut corona en alles, je bent helemaal depressief geworden, ik noem maar iets geks. En dan ga je de ziektewet in en dan krijg je het UWV weer op je nek. Van de ziektewet. En nu ga je weer controleren. En weet ik het wat. Maar ze controleren je nooit normaal. Het is nooit gewoon op onze mens. Het is altijd van. Even kijken wat jij verdiend hebt. Want ik zweer dat dit is echt waar. Ja. Hè? Als jij piloot was. En jij verdient 10.000 euro per maand. En jij wordt ziek. En je meldt je ziek bij het UWV. Omdat je meldt je ziek. En jij kan dan van je 10.000 euro. Ja. Kan jij dan niet 35% van jouw loon gaan verdienen. Dat is vrij lastig als je piloot bent geweest. Je moet ineens wat anders gewoon in een fabriek of zo. Dan krijg jij dus gewoon een fucking uitkering. Maar als jij dan in een fabriek hebt gewerkt en je hebt 1500 euro, nou laten we zeggen 2500 bruto per maand. En je wordt dan ziek. Ja, maar ja, je kunt er gewoon lekker taart gaan inpakken bij de HEMA of zo. Ja, maar het is ook zo dat al ben je dan niet piloot, werkloos bijvoorbeeld. Je zal bij het UWV dezelfde schandalige behandeling krijgen als ieder ander. Oftewel, je bent een profiteur en een werkloze, waardeloos figuur. Dat is maar dat heb ik gehad, hè? Ik heb dit zelf meegemaakt. Ik heb mijn kuitbeenbroek geopereerd. En als je in de bijstand zit en je hebt dus, net zoals ik, een grote mond op internet, ja, dan worden ze vanuit de staat, worden de gemeentes onder druk gezet om zogenaamd rechtsdenkende figuren die zich uitspreken op internet, om die te onderzoeken. En dan krijg je mensen die komen in je koelkast kijken of je koelkast wel op bijstandniveau is. Triest. Ja, maar dat is verschrikkelijk. Echt triest. En dan hebben ze dus mijn hele huis. En dit is wel niet de eerste keer, ik heb zo vaak een huiszoeking gehad. Weet je. En het is sowieso een inbreuk op privacy. Maar ik heb zoveel woede en zoveel scheid aan hun. Dus dat ik het niet, dat ze van mij overal mogen kijken, weet je. Want ze vinden toch niks. En ik kan ze er alleen maar lekker mee insmeren. Maar het is schandalig, weet je. Want dus na de uitkering of na een UWV kom je dan uiteindelijk bij de gemeente met bijstand. Omdat niemand je aanneemt. Het zal wel, wat voor reden dan ook. Maar geloof me dat je daar een echte schandalige behandeling krijgt. Hoor. Want dan ben je namelijk voor de staat ook niks meer waard, zeg maar. Nee, maar is dat eerlijk? Dat is natuurlijk nooit eerlijk. Want op een gegeven moment, ik ben ooit wel eens in de WW terechtgekomen. En ik had mijn eigen bedrijf daarnaast, die verdiensten had ik al. En dan krijg je WW daarnaast plus verdiensten. En dan heb je dus een inkomen, laat ik even heel simpel stellen. Stel je hebt een inkomen van 2500 bruto per maand, even heel simpel gesteld. Dan heb je een inkomen van 2500 bruto. Nou, dan ga je de uitkering word je uitgezet bij het UWV, want ze vinden jou niet ziek genoeg. Dus je kan eigenlijk gewoon de pleuris krijgen, om het even lekker simpel te zeggen. Je hebt dan wel je inkomsten van je bedrijf bijvoorbeeld. En dan moet je vervolgens naar de bijstand. Maar van de bijstand krijg je helemaal niks, want je hebt inkomsten van je bedrijf. Dus dat wordt allemaal gekort. Dan krijg je niks. Nee. Dus dan stort je in van 2500 euro bruto naar hoppa 1000 euro of zo. Ja, 1000 euro. Hoe ga jij je huur in godsnaam betalen dan? Want als jij nu een huurhuis hebt, dan krijg je een keer huursubsidie aanvragen. Maar sowieso, je gaat niks overhouden, klopt. En wat het mooie, het stom is, dan was er dus door een gemeente ergens in Nederland, was er inderdaad dan onderzoek gedaan in die zin van, kun je rondkomen van 50 euro per week? En toen kwamen ze na 2 weken achter. Nee, kan niet. Oké, kan niet. En dat was het. Dat was het. Ze zijn er gewoon achter. Nee, je kan inderdaad niet rondkomen 50 euro per week. Tot volgende week. Ja, maar daar, weet je, er wordt wat dat betreft, wordt er niks aan gedaan. Nee, dat komt er bij. Nederland accepteert gewoon alles maar. En dat wordt nu allemaal zo op ons bord geflikkerd. Er zijn zoveel grenzen bereikt bij zoveel mensen. Ik weet zeker dat deze zomer wordt de Summer of Love, de Summer of Holland. Ja, maar weet je wat het ook is? Kijk, heel veel mensen weten bepaalde dingen ook niet. Hè? Want er zit bijvoorbeeld heel stom gezegd. Kijk, ik heb gewoon een vak en ik weet gewoon best wel veel van dit soort shit. Helaas voor jullie allemaal. Maar bijvoorbeeld bij bijstand is het zo. Als je bijstandsuitkering hebt, op de normale manier, je hebt een bijstandsuitkering. Dan kun jij ieder jaar kun je aanspraak maken op nog een extra bedrag van iets van 270. Ik weet niet hoeveel het nu is, maar toen was het iets van 270, 275 euro. Kreeg je extra erbij. Maar dat was voorheen, kreeg je dat standaard erbij. En nu, sinds een paar jaar, moet je dat zelf aanvragen. Doe je dat niet, heb je pech, kan je de tering krijgen. Krijg je gewoon helemaal geen in de reet. Dus er zijn dat soort dingen, dan denk ik, gadverdamme. En vanaf dit jaar, dan denk ik, je zit al op een fucking sociaal minimum met een bijstand. Ja.
En dan zeggen ze van, nou ja, als er dan beslag wordt gelegd, bijvoorbeeld, hè, ik noem maar iets, goh, een preferent schuldeiser, de belastingdienst, hè, misschien wel, hoor, hè, weer schulden hebben of zo, of een neppe schuld, omdat zij dat hebben verzonnen. Er wordt er sinds dit jaar gezegd, ja, 5% onder het sociaal minimum mogen ze nog even lekker van je fucking geld afhalen. Ik weet niet, kijk, jij zegt van, ja, je kan huurtoeslag aanvragen. Kijk, misschien dat dat bij jou zo is of zo, bij anderen ook. Maar ik, ik kan geen huurtoeslag aanvragen, want ik zit erboven. Dus ja, als ik nu alles verlies, dan ben ik alles kwijt. Ja, nee, want dan zul je zien dat er dus een situatie gaat ontstaan waarin jij in je huidige huis dus een financiële omschakeling gaat maken. En dus volledig afhankelijk van een gemeente gaat worden. Want het is of je werkt voor jezelf, of je hebt dus een... Want ook de mensen die dus fulltime werken, maar gewoon gemiddeld verdienen. Hè, dus 1500 bruto of 1800 bruto, wat dan ook. Die zitten onderaan de streep met slechts 100 euro meer als de bijstand. En zeker als je in een uitkering zit, 75% daarvan, dan zit je sowieso op bijstandniveau. Dus een uitkering is meestal ook gewoon 1000 euro in de maand. En dit is gewoon tientje per week wat je overhoudt of zo. Het is nou, weet je, ik wil nog even een statement maken bij deze. Ik wil nog even een statement maken. Ik ben absoluut niet iemand die kijkt naar wat heeft iemand voor diploma's. Wat heeft iemand voor scholen gedaan, werk gedaan. Het interesseert me helemaal geen reet. Maar ik wil even dit statement bij deze maken. Dat ik heb gemerkt in het afgelopen 1,5 jaar ongeveer. Dat de meeste mensen die compleet fucking belachelijk worden gemaakt. Overal. Hè, de wappies, de mogolen, dit, dat. Die mensen. De meeste mensen die echt oprecht gewoon zo slim zijn. Dat ze zelf onderzoek doen. En die gewoon ook inderdaad strijden tegen deze bullshit. Ja. Dat zijn voor het merendeel toch echt gewoon die mensen die, of het nou hun schuld is of niet, of schuld vind ik het belachelijk, maar of nou hè, door hun zelf te komen of door ander. Het zijn heel vaak mensen die door welke omstandigheden dan ook onderkant in een situatie terecht zijn gekomen. En ja, ik heb heel veel respect voor die mensen, want jij bent ook oprecht een hele intelligent gast. En dan kunnen mensen allerlei slechte shit over jou spreken. Ja, maar wat het ook is... Maar jij bent wel intelligent en de meeste mensen zijn intelligent die een uitkering hebben. Die ja, en de meeste mensen inderdaad zijn ten eerste al het hele leven dom gehouden door scholen en dit soort dingen. Maar wat het ook is, de meeste mensen doen ook iets voor werk wat ze eigenlijk helemaal niet eens willen doen. Maar slechts om mee te kunnen doen met het economische systeem. Als wij allemaal zouden doen wat ons hart ons ingeeft en wat wij het leuk vinden om te doen en daarmee een bijdrage leveren aan de samenleving, Dan zou die samenleving er fantastisch uitzien. En ja, maar dat kan niet. Alle faciliteiten gewoon. Weet je, maar dat, weet je wat het is? En dat is het hele probleem. Dat kan niet. En weet je waarom niet? Omdat fucking heel deze graftyfuswereld om geld draait. En dat juist. En dat is nou exact nu ook hetgeen waar we een kans voor hebben om dat helemaal om te draaien. Want het hele financiële systeem ligt al sowieso op zijn reet. De hele geldbubbel is nou al 10 keer geknapt. Die gaat niet meer omhoog. Of die gaat niet meer opgeblazen worden. Digital currency shit. Het zal wel wat ze willen doen. Maar naast dat is dus die hele corona-scam dus in het leven geroepen. Onder andere voor het volk om wakker te worden. Van wat is hier nou aan de hand? En als we zo dan allemaal door hebben en dus uiteindelijk gaan winnen in het verdrijven van dit beleid of die regering. En dat wij gewoon onze eigen volksvertegenwoordiger gaan aanstellen weer. En dan zul je ook zien dat we de hele samenleving ook heel anders gaan inrichten. Want ook het hele geldsysteem hoort bij die elite die ons zo berooft. Het is niet eerlijk gewoon. Het is niet eerlijk. Nee, maar het is, luister, ik heb mijn vader die heeft altijd tegen mij gezegd vroeger toen ik al klein was. Die zei altijd van, Miranda, als jij eerlijk kan werken, dan zul jij nooit rijk worden. En iemand anders zei, laat zeggen mij, dat vond ik ook een mooie. Als je niet stilt of erft, zal je werken tot je sterft. Ja, en dat is in dit leven wat eigenlijk nu de maatstaf is. Als wij dat kunnen veranderen met z'n allen, wil ik dat met alle liefde. Met alle liefde. Geld maakt niet gelukkig. Nee, absoluut niet. Want je kan iedere dag met de pleuris in je leven naar je werk gaan. Ja, geld, ik heb het ook zo leren begrijpen. Geld is iets externs. Hè? Dus dat bestaat dan buiten jouw lichaam. Of buiten het bewustzijn. Het is niet jouw directe bewustzijn. Oftewel, het is net zoals de rest van de wereld. Het is een proces wat afbraak kent. Oftewel, jouw geldhoop. Als je er niks aan doet, gaat het weg. En als je het niet laat rollen, gaat het weg. En rolt maar het is, weet je wat het is? Ondanks het feit, en ik ben veel spiritueler geworden hoor, sinds dat ik met jou omga. Maar daar gaat het niet om. Het gaat mij erom van, je kan heel erg spiritueel zijn. Maar hoe je het ook went of keert, is er gewoon een wereld voor ons allemaal gecreëerd. Van zonder geld lig je onder een brug, heb je helemaal niks en kan je doodvallen. Want je kan echt een tyfus krijgen als jij niks kan bijdragen aan de belastingdienst of zo. Je kan doodstorten. Maar wat ik wil aangeven is ook wel dat iedereen die, mochten er mensen zijn
op dit moment, die, en dit is dus absoluut geen commercial of zo, hè, maar mochten er mensen zijn die met ons mee zouden kijken en die af en toe wel eens zoiets hebben van, gadverdam, ik zit er helemaal doorheen, of ik voel me niet begrepen, of voor mijn part, ik heb een heel goed hart van mezelf. En het gaat me helemaal niet om klanten of geld, echt niet. Maar als mensen behoefte hebben om met iemand te praten of zo. Ik had er ook heel erg veel behoefte aan het afgelopen anderhalf jaar. Dus mochten er mensen zijn die dat willen, dan stel ik me graag beschikbaar. Iedereen mag mij altijd een berichtje sturen. Want ik denk dat wij het alleen maar gaan winnen als we met z'n allen gewoon united gaan staan. En anders gaan wij het niet winnen. En dan hebben wij die motherfuckers het gewoon laten winnen. En dan staan wij gewoon, dan liggen wij gewoon in ons graf. Nou, ik wil nou nog even zeggen, en ook vragen aan mensen thuis, hè. Dit is, ik vind het zelf interessanter om een gesprek te hebben, om dan alleen maar zelf mezelf door te praten. En ik vind dit een hele coole interactie, of niet, Miranda? Terwijl, wij gaan of dit vaker doen op deze manier. En dan hebben we naast de nieuwsbeschouwing ook vooral een leuk gesprek waar iedereen aan kan bijdragen of bij kan schrijven, wat dan ook. En wil je ook nog anderhalf uur lang en ik heb mijn joint bijna op, dat betekent dat ik naar de shop ga. Hé, hey, wacht eens even. Tijd, ik wou al zeggen, mijn tijd van mijn computer staat verkeerd, man. Wat is dat nou weer? Maar wil je ook nog een keer iets in dat spirituele doen? Want wellicht dat ik daar nog wel iets in kan betekenen. Of zoals er vragen zijn of zo, dat maar, ik naar jou kan. Ja, trouwens, dat kost geen geld of zo, hè? Dus, oh, hé, nee, maar dat bedoel ik ook niet. Maar meer van... Nee, omdat je net zei, ik wil even... Het wordt altijd heel erg gewaardeerd door jouw mensen. Nee, inderdaad. Wij zijn net zoals jullie straatarm en gewoon een echte... Hollander, een echt mens. Ik wou bijna zeggen, echt burger. Ja. Maar een burger moet er niet meer willen zijn. Sowieso. We zullen elkaar moeten helpen. En eigenlijk is zeker belangeloos willen bijdragen aan die samenleving. Ja, oké. Een kleine rectificatie. Ik ben niet straatarm. Maar het is niet dat ik heb te zwemmen. Maar het maakt niet uit hoeveel geld iemand heeft. Het gaat gewoon om iemand zijn hart. En ja, ik weet niet. Ik zou het fijn vinden als jij heel veel mensen nog kan helpen. Met jouw dingen. En ik hoop dat we wellicht toch af en toe een beetje lol kunnen brengen. En mensen hun leven of zo. En dat gaan wij vanaf nu ook gewoon doen. En dit wordt vaste kost, mensen. Ik zal niet alles met Miranda online gaan doen. Ik blijf ook vooral lekker mijn eigen ding doen. Maar er moet een interactieve praatshow komen. Die gelukkig geen één troll hebt gezien in de chat. Te gek. Blijf ook lekker weg voor, als je een trolletje bent. Want... Jullie worden toch al direct geblokkeerd, daar niet van. En wij laten ons niet meer uit het veld slaan. De waarheid zal overeind blijven staan. Ja, nou, deze asociale chick die zegt gewoon... Let's fucking fight for our rights. Juist. Yes. En tot freedom. Die tijd gewoon inderdaad lekker gewoon genieten. En vooral de belachelijkheid blijven aantikken, tippen. Voor wat het is inderdaad. Ik gooi hem in ieder geval voor de mensen thuis uit, Miranda. Is dat goed? Ja, prima hoor. Dus mensen, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En tot snel. Ik ga lekker zo tegen het plaatje draaien. En dan kom ik daarna weer online om het allemaal te laten horen natuurlijk. Dus bedankt voor het kijken, mensen.